Dr. Gerald Basbeerten, een naam die veel passeert op mijn kanaal. Misschien even zeggen wie dat je bent. Ja, zoals Dominique mij aardig voorstelt, Dr. Gerald Basbeerten. Ik ben vispatholoog, bioloog gespecialiseerd in de visziekte. Ik werk nu al 41 jaar in de handel. Siervishandel, wereldwijd. Ik heb gewerkt, ben ooit begonnen in 1977 bij Aquaria Antwerp. Dat was toen de groothandel in België, met Marcel van de Weijer, echt een naam in die tijd, die echt aquaristiek in België naar boven heeft gebracht. En nu bestaat Aquaria Antwerp nog altijd een mooie zaak, met heel veel vissen. Daarna ben ik naar Amerika gegaan voor 4 jaar gaan werken in Chicago, in de siervishandel. Groothandel, zeewater en zoetwater. Dan ben ik 6 jaar naar Ruinemans Aquarium gegaan in Nederland. Een van de grotere zaken in Europa. Dan naar Aquarium Glaser in Duitsland. Nog eens een andere ervaring opgedaan, de internationale handel. En toen heb ik gezegd, samen met mijn vrouw, die ik toen heb leren kennen, mijn tweede vrouw, hebben gezegd, we gaan toch onze eigen zaak beginnen, want nu weten we wat we moeten doen. En zijn we dus hier terechtgekomen terug in België met een groothandel siervissen voor gedurende 17 jaar. Hebben we siervissen gehad in West-Meerbeek. Groothandel aquariumvissen met 1000 aquaria. Toen is ook het voer ontstaan. Ons Dr. Bas leerde Biofish Food. Gezien ik de noodzaak had om via een visvoer de vissen gezond te maken. Met minder medicijnen. En dan na 17 jaar hebben we toch beslist om vooral onze zaak voor te zetten als visvoerproducent. En als adviseur, consulent ben ik ook consultant voor de vishandelindustrie. En mijn siervishandel is dan overgegaan in de handen van Aquafarm International. Die hadden interesse om mijn bedrijf over te nemen. Dus een stukje heb ik dan overgegeven. Dus nu zitten we hier in Herselt vandaag. Op mijn bureau hier. Met mijn aquarium achter mij. Waar wat speelvissen in zitten, waar ik wat mee speel. Om even te praten, ja, over mijn... Ik ben nu 65 jaar en ben ik op de retour, ik weet het niet. De toekomst zal het uitwijzen, maar ik ben altijd actief in de handel. Maar vooral internationaal ga ik veel werken. Ik heb even snel meegeteld, 77 tot nu is 42 jaar. Ja. Dat is 42 jaar in de siervishandel. Ja, 42 jaar. Ik heb heel veel meegemaakt, een hele evolutie meegemaakt in de handel. Kwestie van kennis, wetenschap. Toen ik begon in 42 waren er bijna geen boeken over visziekte. Ik heb er ondertussen heb ik er 4 boeken geschreven wegens de noodzaak. Want vooral de winkelier vond ik had geen besef wat visziekte was, wat visverzorging was. En ik vind nog altijd dat de aquariumwinkel voor ons het belangrijkste kanaal is om een gelukkige aquariaan te hebben. Mm. Zij kunnen advies geven, zij kunnen vis verzorgen en ze kunnen vis met advies verkopen. Ook het visvoer. En dat, ja. Mijn doel was altijd de aquariumwinkel op te voeren, informatie te geven. Daarom zijn ook altijd mijn boeken, vooral in die richting geschreven, als aquariumwinkel om hun product toch goed aan de liefhebber te brengen. Dus daarom is ik er al 42 jaar en heb ik veel meegemaakt op de weg ernaartoe, van kennis, ook van visvoer, van medicijnen, dat ontwikkeld is in al die jaren. Want je moet eerlijk weten, Dominique, onze siervishandel is eigenlijk nog maar sinds de jaren 50. Echt ontstaan. Ja, zoiets, hè, ja. Onze handel is nog maar 70 jaar. 70 jaar sieren, dat is een hele nieuwe industrie. Het bestaat natuurlijk al duizenden jaren met goudvissen en koois. Maar echt siervishandel in Vlaanderen en België is maar na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Echt effectief. Toen begon dat inderdaad, ja. Zo'n beetje, want dat was de periode nog dat de mensen dus een tropische vissen hadden met kaarsen of ja, gasvuurtjes onder dat verwarming, hè. We hadden geen elektrische apparatuur, we hadden geen materiaal. Door de kennis van goed materiaal. En ook de transport met vliegtuigen zijn begonnen, want vroeger kwamen de vissen binnen met boten. Met de boot. In grote tinnen kannen kwamen ze met de boten uit Singapore 3 weken onderweg. De vissen aan boord met het, hè, zo weet ik bij Marcel van de Weijer, Aquaria Antwerp, in de jaren 50, 60, bracht hij zijn vissen binnen via de boot uit Singapore. Heel voorstellen. Hè. En nu is het allemaal met vliegtuig. 24 uur staat het hier, dus dat is een hele evolutie geweest. Als nu de handelaar zijn import moet binnenkrijgen en zou het even tegen op Schiphol dat 30, 40 uur wordt, dan is dat een groot drama. Is dat een groot drama, ja. Natuurlijk, toen in de tijd waren de vissen anders verpakt dan nu is dat natuurlijk, om die vrachtkosten zijn enorm duur geworden, is soms meer dan de viswaarde, of soms drievoudiger dan de viswaarde. Dus dan gaan ze toch proberen economisch voordelig te verpakken, wat er zoveel mogelijk vissen in een zak.
Maar in de jaren hebben we die kennis ontwikkeld, hoe vis te verpakken, hoe vissen goed te transporteren, dat de verliezen echt heel klein zijn. Veel mensen zeggen, oh, dan gaan heel veel vissen dood op import, dat is niet waar. Als er heel veel vissen op import dood, dan ga je failliet. Dan verlies je geld. Je kan alleen maar leven van gezonde vis die je gezond kan verkopen, niet van zieke vis die ziek binnenkomt. Dus de handel heeft zich ook ontwikkeld in een hele goede transportmethode, kennissen, de luchtvaartmaatschappijen weten hoe die vissen goed te verladen in de vrachtruimte, die warm te zetten. En allerlei, ik heb al die evoluties meegemaakt. En als je op die 42 jaar kijkt, welke evolutie van eenderwaal, is het techniek, is het voeding, is het kennis over waterwaardes, weet ik veel. Als je daar nu één moet van uitkiezen waarvan dat je zegt van kijk, die heeft echt het meest vooruitgang betekend in de ganse aquaristiek. Welke zullen we dan... Voor mij de voeding. De voeding. De voeding. En dat is vooral te maken met dat de mens... Ik zie het ook dagelijks nu in het nieuws. Mensen zijn zichzelf meer bewust van voeding. Mm-hmm. De techniek is er natuurlijk altijd geweest. Je hebt betere pompen, betere verwarmers. Maar het gaat altijd op basis van biologische filtering. Het principe is niet veranderd. Dat is altijd het principe van 50 jaar geleden. Maar van de voeding is zoveel veranderd omdat wij onze kennis van de voeding halen uit de wetenschap. En de wetenschap heeft ons geleerd, zeker met de mens. Je kijkt naar het veganisme dat bezig is, het vegetarische dat bezig is. Het is allemaal mogelijk, missie, maar we houden aan bepaalde voorwaarden. En het is belangrijk de voorwaarden te weten waaraan je moet voldoen om je als mens of als dier een voedingspatroon te geven dat efficiënt is. En dat is kennis in de wetenschap die is maar ontstaan door de moleculaire biologie, door allerlei technieken die ons ontstaan, om echt bijvoorbeeld te gaan analyseren, bijvoorbeeld... De grootste kennis die ik nu de laatste paar jaren meemaak, waar ik echt mij ook in specialiseer om erover te leren, is over de darmbacteriën bij mens en bij dier. En vooral onderzoek bij de darmbacteriën bij de mens komen ze erachter dat zelfs darmbacteriën autisme kan veroorzaken. Dat darmbacteriën mensen chronische ziektes veroorzaken. En als je die culturen van die darmbacteriën beïnvloedt, positief en verbetert, kun je de gezondheid van de mens verbeteren. Dus nu die kennis... Die zijn ze nu ook al aan het toepassen in de aquacultuur. Bij de hele grote kwekerijen van waar miljoenen euro's in omgaan. Ja, onze zierindustrie is maar 0,1% in verhouding tot de hele aquacultuur. Maar de aquacultuur is nu al enorm aan het investeren in probiotica. En probiotica is dus het fenomeen. Hoe kunnen we bacteriën toevoegen aan het voer om de vis een positieve invloed te geven via zijn darmflora? Want we weten ondertussen dat de darmflora van de mens en van de vis een immuniteit geeft, een verdediging. Als je diarree hebt bijvoorbeeld en je hebt een slechte darmflora, dat is bijvoorbeeld, diarree is een voorbeeld van een slechte darmflora, dan verlies je vocht, verlies je water, verlies je nutriënten. En veel mensen sterven nog altijd dagelijks door gewone diarree, acute diarree. Zeker in landen waar geen medische zorg is. Dat is een van de grootste doodsoorzaken in de wereld. Maar ook in de aquaristiek. Veel vissen sterven door diarree. Veel vissen sterven door een slechte darmflora. Waarom? Die wordt kapot gemaakt door allerlei redenen. In het aquarium beïnvloeden wij die darmflora. En er is nu juist een boek verschenen. De Aquatic Animal Nutrition van Steinberger. Dat is pas een paar maanden geleden gepubliceerd. Ik heb het nog niet binnen. Het is een bestelling. Het duurt 3 maanden voordat ik het opstuur. En die man schrijft specifiek. Wij bepalen... De epigenetica van de vis door de voeding. Dat wil zeggen, genetisch in het leven van de vis, via een goed voedingspatroon van de ouderdieren en de jongdieren, veranderen we de immuniteit en de weerstand van de vis in zijn toekomstig leven, die hij kan doorgeven aan zijn kinderen. En de aquacultuur weet nu ondertussen, zorgen we via een goede voeding, een goede weerstand bij de vis op te bouwen, immuniteit, verdediging tegen ziektes, en het is vooral via de darmflora, weten we ondertussen dat de vis een enorme weerstand tegen ziektes kan hebben, minder ziek kan worden en ook minder medicijnen moet geven. En dat is wat iedereen wil. Een vis met minder miserie. Zowel als exporteur als importeur, maar vooral in de viscultuur, waar het over miljoenen euro's gaat, is het uitermate belangrijk dat we daar onze gedachten laten overgaan. En dat is hetgeen dat we daar toch... Wij ook in onze voeding al jaren mee bezig zijn om aan microbiotica te werken. En dat is iets dat we leren uit wetenschap. Wetenschap dat we dus dagelijks mee te maken hebben. Dus als ik het goed begrijp, de beste evolutie, naar uw mening, is het feit dat we het
dat we er bewust over worden dat voeding belangrijk is en daardoor veel meer onderzoek gaan doen en daardoor veel beter geraken qua voeding. Of begrijp ik het verkeerd? Ja, je kunt het eerder zeggen van, wij leren heel veel uit de medische wetenschap van de mensen. Mm-hmm. Dat kan heel veel ook teruggekoppeld worden naar dieren. En bij dieren doen ze ook testen voor mensen, maar het is vooral, dat wordt, waar geïnvesteerd wordt, is de wetenschap. Dus moeten ze geld ergens vandaan halen voor zijn studies. En dat krijgen we niet uit de siervisindustrie. De siervishandel is te klein. Dus als ik informatie wil hebben over de voedings- of de voedingsindustrie, moet ik echt kijken naar wat is er noodzakelijk voor de menselijke voeding, maar is er ook noodzakelijk voor de aquacultuur. Want daar zit het geld voor wetenschappelijk onderzoek. En dat zijn die trends die je moet volgen. Niet de trends wat er wordt geschreven voor de siervisindustrie, wat iemand denkt wat een goed voer is voor een guppy of wat dan ook. Nee, ik ga kijken algemeen, wat is er interessant voor de aquacultuur? Wat leren we daar uit de nieuwste wetenschappelijke trends? Welke bacteriën bijvoorbeeld kunnen we toevoegen aan een voer, waardoor de vissen een betere weerstand kunnen opbouwen tegen ziektes? En dat wil niet zeggen dat het een goed voer is voor een guppieke of voor een cyclier of voor een discus. Daarom ons visvoer specifiek is niet specifiek gericht op een soort vis. Nee, ons visvoer is specifiek gericht op een algemene conditie van alle vissen. Het gaat om de ingrediënten. Een vis in de natuur. Veel mensen vragen, Gerard, heb je geen voer specifiek voor een guppy? Waarop staat guppyvoer? Zeg nee. Want de guppy, als die in de natuur zwemt, die gaat ook niet een huizige zoeken waarop staat, hier staat mijn guppyvoer op een vekje, in een potje. Mm-hmm. Die pakt in de natuur wat hij te pakken heeft. Dus dat zijn basisingrediënten. Het gaat om die basisingrediënten die noodzakelijk zijn voor het overleven van de vis. In de natuur heeft de vis geen keuze. Hij heeft maar te pakken wat er op hem toekomt gezongen. Ik ben genoeg in de Amazone geweest met een aantal wetenschappers gaan kijken. Wat eten de vissen in de natuur? Is alles wat ze kunnen opknabbelen. Ja, als het in de bek past, dan... Hebben geen keuze. Mm-hmm. Maar wij zijn een beetje opgevoed van, oh, visken moet dit potten gaan hebben en dit potten gaan hebben. En mensen hebben dan, ja, de meeste mensen hebben gezelschapsaquaria. Als je een voer geeft voor een Corydora, mag die guppy daar niet aankomen misschien. Of omgekeerd. Als je een voer geeft voor een guppy, mag die Corydora daar niet aankomen. Ja, ik heb een 1000 aquaria vishuis gehad. 1000 aquaria. En ik heb altijd gezocht vanaf het begin. Ik wil een voer hebben dat grotendeels, ik zeg niet perfect altijd kan, grotendeels voor al mijn vissen geschikt is. En daar hebben we in het begin jaar echt veel testen voor gedaan. Omdat ik mijn visvoer wilde ontwikkelen dat ik binnen 5-6 dagen mijn vissen kon verkocht krijgen. Dat wil zeggen, ik had de procedure 5-6 dagen quarantaine toen de vissen binnenkwamen van kwekers of van wildvang. Maar dat ik ze binnen 5-6 dagen ongeveer kon verkocht krijgen na een behandelingsprocedure, onderzoek. Vrij van ziekte is meestal, de vis zwemt gezond en eet goed. Dat was voor ons de basis, gedrag. Gedrag, is de vis perfect, zwemt hij goed, springt hij bijna uit de bak van gezondheid, dan is die verkoopbaar. Dat was voor ons de garantie in onze controle, want je kan niet elke vis onder een microscoop leggen om te kijken dat er iets op scheelt. Maar voor ons was het doel eigenlijk om een voer te ontwikkelen, om zo snel mogelijk vissen gezond te hebben, klaar voor de winkelier die bij ons de vissen kan kopen. Tussen 1995 en 2013 in ons vishuis in West-Meerbeek. In die tijd hebben we allerlei testen gedaan met onze voer. Nu, het is heel vaak zeggen de mensen, als ik begin over Basler Biofish Food bijvoorbeeld, dat ze zeggen, ja, dat is toch alleen maar voor zieke vissen. Dat is misschien te maken met het feit dat je hebt er eentje matrine tegen witte stippen en zo. Dat de mensen dan denken van het is alleen maar voor bij zieke vissen. Maar ik denk dat daar ergens ook een flinke denkfout gemaakt wordt. Hè? Ja. Kijk, onze hoofdverkoper is onze BFS Food Regular. En regular is een algemeen voedsel. Maar er zit wel probiotica in. Er zit dus probiotica in omdat dat noodzakelijk aan elke vis mag gegeven worden, elke dag. Dat zijn bacteriën, dus de darmflora, de Speleococcus, acidilactici, die dus de vissen een microbioom, dus de darmflora, positief beïnvloedt. En de reden dat we dat aan onze regular toevoegen, wat onze hoofdverkoper is in de wereld, dat is, als ik dat schat in onze verkoop, is 60-70% van onze omzet, is de regular. Dat is het goedkoopste en is het basisvoer. En dat is eigenlijk het voer dat je elke dag mag geven aan de vis, tenzij je vissen ziek zijn. En als dan de vissen ziek zijn, hebben we alternatieven in ons voer waar je de vis kunt bij helpen. We hebben natuurlijk ook de chlorella, dat goed is voor de vissen die iets meer algen willen hebben. Levenbarende, wat chiclieren. Chiclieren hebben we dan specifiek de green,
dat is met moringa en chlorella, dus 10% echt herbivoren, echt voer bijgevoegd. In totaal is er 15%, wat essentieel is voor de vis. Dat zijn essentiële versterkers om vissen bij aan te passen. Maar de regular is ons basisvoer gebaseerd op vissen van Scandinavië. Dat is ons hoofdingrediënt. Vissen van Scandinavië met wat groenmateriaal erin, wat vitamine erbij en visolie erbij. Maar dat is eigenlijk ons basisvoer is gemaakt van pure vis van de natuur. Geen gekweekte vis, dus wild van vis. Wijting, haring, makreel. Dat zijn onze hoofdingrediënten. En mensen zeggen, ja, maar is dat allemaal wel goed voor de natuur? Al die vissen worden gevangen, hè? Dan krijg je die kritiek. Is dat wel sustainable en zo? Wij zijn gecontroleerd door organisaties. Hè? Wij kopen onze voer bij producenten die gecontroleerd zijn dat het geen visvangst is die de natuur kapot maakt. Dat is tegenwoordig allemaal meer en meer gereguleerd. Europa reguleert. En om eerlijk te zijn, het is de haring die wij niet op onze boterham krijgen. Maar het is meestal de haring die niet kan opgegeten worden door de mensen die dan voor visproductie wordt gebruikt. Zoals in honden- en kattenvoer ook ingrediënten worden gebruikt die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie, maar wel voor dierlijke consumptie. Dus daarmee kan wij zo'n producten kunnen te pakken krijgen. En ons voer natuurlijk, ja, als bioloog, ik ben vispatholoog, ik ben vissendokter, dat is mijn beroep. Heb ik natuurlijk voeren gaan maken om tegen bepaalde ziektes actie te ondernemen. Waarom? Om medicijnen te vermijden. Of als hulpmiddel naast medicijnen. Maar ik zeg altijd, ons visvoeren zijn geen medicijnen. Dat bestaat niet, dat mag niet. Wij mogen geen medicijn in de visvoer steken. Maar wij mogen wel hulpmiddelen steken, want de vis, als die ziek is, heeft die een ziekte. En die ziekte kun je doden met een medicijn. Maar dat wil niet zeggen dat de vis gezond is. De vis moet wel genezen. En regeneratie, herstel van de vis, gebeurt niet door een medicijn. Een medicijn doodt de parasiet, doodt de bacterie. Maar dan is er nog de vis die zijn weefsel moet herstellen. Zijn kiwi die kapot zijn door de kiewormen. Zijn huid die kapot is door bacteriële infecties. Zijn vinnen die afgerot zijn. Hoe gaat dat herstellen? Medicijn herstelt dat niet. Alleen de voeding. En goed water. Goed water en voeding moet de vis zichzelf regenereren. En daarmee dat we heel verschillende voeders hebben gemaakt voor dat regeneratieproces of dat herstelproces te bevorderen tijdens de ziekte. En daarmee dat wij een voer hebben tegen witte stip, de matrine, of de lapacho, tegen de gatenziekte, om daar die vis sneller te zien, de ziekte te overwinnen. Doe je dat niet, dan gaat de vis dan toch doodgaan. Ondanks dat je de parasiet hebt gedood. En veel mensen denken, ik doe er medicijnen, het zal wel opgelost zijn. We doen erin en we verversen het water, het zal genezen. Nee, uw voeding. Uw voeding gaat de vis moeten genezen, uiteindelijk. De medicijnen doden de parasieten, dat ook noodzakelijk is. Dus ik zie eerder een toekomst, de samenhang tussen medicijn en tussen visvoer als hulpmiddel om... Dat is eigenlijk iets wat de mens wel beseft voor zichzelf. Als ze ziek geweest is, gaat hij achteraf wat powerfoods gaan nemen, wat meer zuivel gaan binnenpakken, wat meer groenten gaan eten. Dus we weten het voor onszelf, maar we doen het niet bij onze vissen. Hè? Nee, dat is zo... gemakzucht misschien, of weet ik niet, of onwetendheid, ik weet het niet. Maar ik zie de markt veranderen. Ik zie dat de liefhebber zich meer en meer bewust wordt ervan. En wij gaan ook op deze tour verder in eigenlijk, dat we eigenlijk ons, mijn doel van mijn voer is eigenlijk geweest preventie. Preventie. Is daarmee onze forte is ontstaan, met immunostimulantie, met beta-glucanen en citrus bioflavonoïden, die dus de vis eigenlijk een weerstand doet opbouwen tegen mogelijke infecties. Je moet weten, een vis in een aquarium heeft altijd een risico op stress. Waarom? Competitievervoer, agressie, waterverandering, temperatuurschommelingen, noem maar op. De natuur heeft ook altijd zijn stress. Maar als de vis in een niet-natuurlijke omgeving zit, heeft hij geen natuurlijke grondstoffen die hij tot zich kan nemen om een immuniteit op te bouwen. Dus hij heeft eigenlijk hier een artificiële immuniteit. En wat wij nog eens willen in onze bakken en aquaria, die moeten proper zijn. Mag niks van vuil zitten. Moet zo hygiënisch mogelijk zijn. Ja, maar de natuur is rottigheid van vuiligheid met allerlei wilde bacteriën die rondkomen. Die vis heeft dat echt nodig. Wij zijn soms veel te proper, op zijn Vlaams gezegd. Nederlanders snappen proper niet, hè. Wij zijn soms veel te netjes. Ja. En dat mag niet. De vis moet wat vuil op de bodem hebben. Maar rottigheid, alsjeblieft. Dat zijn levende bacteriën die er meestal zitten, die ze nodig hebben voor een darmflora bijvoorbeeld. En al dat hygiënische,
het UV en dat ozonfiltering hebben we allemaal geleerd. En dat is het probleem bijvoorbeeld met de publieke aquaria. Waardoor publieke aquaria vaak problemen hebben met gatenziekten. Is omdat ze UV en ozon werken. Omdat al die bacteriën in dat water zijn gedood. En als je niet via de voeding nog een bacterie toegeeft, hebben ze niks. En die darmflora wordt arm en wordt heel mager, laat maar zeggen, in immuniteit, waardoor de vis gatenziekte krijgen. En dat is het probleem met de doktersvissen en zebravissen en de Zuid-Amerikaanse chiclieren in publieke aquaria. En daarmee gelukkig kom ik af en toe bij publieke aquaria en zeg ze, Gerald, kom maar eens helpen, we hebben een probleem met gatenziekte. En dan zeg ik, ja, mag ik uw filterinstallatie zien? Wat heb je er staan? UV, ozone en houtskool. Houtskool, permanente houtskool. Wat haalt de houtskool permanent uit het water? Vitamine. En een zeewatervis drinkt water. Die haalt zijn vitamine of uit de voeding of uit het water. Voor een zoetwatervis gaat dat nog een beetje, want die drinkt geen water. En dat is iets, mensen willen dat allemaal zo kraakhelder hebben, het water. Ga een keer snorkelen in de Amazone. Die vragen tegen mij wat er kraakhelder water is. Een vis vindt dat eigenlijk vies water, hè? Eerlijk zijn. Hè? Kraakhelder water is daarvoor geen goed water voor een vis. Laat dat een beetje vuil, een beetje groen zijn. Moet het allemaal niet zo. Dus ik ben misschien vrij simpel al bollig erin. Maar mensen, ja, hou eens rekening. Doe het niet zo netjes. Hou het af en toe eens een beetje vies. Mijn aquarium is niet het beste voorbeeld voor aquaristiek, omdat ik te veel op reis ben. Maar Dominique zult dat wel begrijpen, denk ik. Hè? Ik ga misschien even een disclaimer geven. Een tijdje terug heb ik een video gemaakt dat de mensen moeten stoppen met noodloos prutsen in hun aquarium. Ja. Ja. Heb ik een video gemaakt dat continu kool in jouw aquarium steken not done is. Ja, wat heb je nu nog opgenoemd? Dat was nog een derde, maar van dat dag van ozone, straks. Ozone, UV. Ja, nee, ik ben wel voorstander van UV. UV kan helpen, zeker. Vooral bij discus, mag ik. Ja, dat heeft een ander doel dan. Ja. 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 Het was nog iets waarvan dat je zei dat ik dacht van oké, ik ga het misschien wel het best even zeggen dat je hier niet voor gelepeld hebt, maar dat we blijkbaar gewoon dezelfde mening hebben op dat vlak. Ja, ja, ja. Goed, de mens is een beetje, de huidige tijd, de mens gaat over hygiëne. Hè. De mensen moeten hygiënisch leven. De huiskamers op hygiëne, de lucht moet gezuiverd zijn. Hoe komt dat wij zoveel kinderen hebben met allergieën? Waar denk je dat? Wij staan zo ver weg van de natuur. Ik heb geleerd, laat je kinderen, als ze jong zijn, de luisterers, de mensen die jonge kinderen hebben, de eerste 3 jaar van hun leven, dus het heel belangrijk, laat ze op de boerderij, in de rottigheid en in de modder spelen, laat ze op de zandbak spelen, op het strand, laat ze vies en vuil worden in de tuin, laat ze inkomen. Wij staan zo ver van de natuur, dat we de weerstand verliezen. Wij staan zo ver van de natuur, door de hygiëne, al de nieuwe moderne huizen, met allemaal luchtfilteringen afgesloten, mag bijna geen venster meer openstaan. Kinderen spelen niet meer buiten. Ja, ze hebben bewezen, wetenschappelijk is bewezen, dat de grootste allergieën voorkomen in de steden op mensen die in appartementen wonen. Ga je kijken naar de mensen die op de boerderij wonen, in het land komen, er komt bijna geen allergie voor. Zeker bij kinderen die geboren zijn op de boerderij. Ja, ik moet geen wetenschap verkopen. Dus de feiten spreken voor zich. We staan soms zo ver van de natuur. En dat is zelfs voor het aquarium. Pruts niet te veel met allerlei apparatuur en filtertjes en wat dan ook. Laat de natuur soms zijn gang gaan. Laat het soms een beetje vuil op de bodem zijn. Het moet allemaal niet netjes zijn. En creëer voor uw vissen een beetje natuurlijke producten, natuurlijke stoffen. En niet vooral problemen, ziekten kunnen medicijnen erin gooien. Bijvoorbeeld, kijk eens eens naar waarom de vissen ziek worden. Het ligt misschien aan je meestal te weinig water ververst. Het grootste probleem in onze handel is, die filter lost niet alles op. Want je hebt vervuiling. Er is geen waterdoorstroming. En we hebben meestal veel te veel vissen en we geven meestal te veel eten. De twee grootste oorzaken van onze liefhebberij is, we willen veel vissen en we willen elke dag dat die visjes goed gegeten hebben. Weet je dat ze ontdekt hebben, Steinberger heeft het geschreven in zijn laatste boek, dat de beste gezondheid voor een vis is en voor een gelijk welk dier, die man is specifiek over dieren, is het minimaal 1 à 2 keer per maand te laten op honger zitten. 1 dag geen eten geven. Dan gaat de vis in een soort recessie. En een soort self-defense. Dat is de beste immuniteit dat de vis dan, ik moet beweren, ik moet overleven. De vis blijft nog altijd ademen, heeft nog altijd water. En ik denk dat een oud principe is, dat uithongering, één dag uithongering of zonder eten, is dan schijnt een natuurlijke prikkel om je immuniteit te verhogen. Daar komen ze achter in de aquacultuur. En dan hebben ze dus dagen dat ze geen eten geven. Wat doen wij? 4, 5 keer per dag eten. Die vissen moeten dikke buiken hebben, want de meeste vissen
jammer genoeg sterven in onze handel aan obesitas. Overvoeding. Overvoeding, te veel van het verkeerde. Waarom de vissen lijken altijd honger te hebben, maar die vissen hebben altijd aandacht voor ons en die willen altijd natuurlijk wel wat eten, zoals kinderen. Snoepjes willen eten. Ja, dus je zegt zelf dat de vissen in de natuur alle mogelijke bronnen van voeding en mineralen en dat soort dingen kunnen vinden. Hopelijk, ja. Of hopelijk kunnen vinden, hopelijk, want anders is het einde dan verhaal. Dan zoeken ze heel de dag door naar eten. Ja. Heel de dag is dan zoeken. Maar jouw voer is ook vooral met daarop gebaseerd. Ja. Op die natuurlijke ingrediënten. Ja. Neem je als voorbeeld, worden mensen acai noemen, wat eigenlijk açaí is. Ja, açaí dus, is het. Of açaí. Is het Braziliaans-Portugese woord, ja. En dat is een bes, als ik me niet vergis. Ja, het zijn bessen. Er zit een heel mooi verhaal achter. Want ik was op reis in de Amazone, op de Rio Negro. Van reis van Manaus naar Barcelos. En we gingen een aantal vissers bezoeken. En er was één visser waar bekend was dat hij de mooiste roodneuzen had en de mooiste kardinalen had. Met de mooiste felle kleuren. En die man zei, ja, je mag gaan waar je komt, maar je mag niet gaan waar je de vissen vangt. Ja, zegt hem. Je kan het wel zien als je gaat snorkelen in het water waar die vissen zitten. Ik zeg, hoe is dat? Ja, ga maar eens snorkelen aan die bomen daar. Maar hij wilde niet laten zien wat hij die vissen ving. En we gingen dus echt snorkelen in gebieden waar dus de açaí palmboom, dat zijn dus palmboom met rode vruchten, waar de vruchten in het water vielen. En wij zagen daar vissen eten van bessen. Wie gaat er nu nadenken dat de vis van bessen eet? Kardinalen, roodneuzen, corridorassen, maanvissen. Als ze maar konden, want die vissen die konden maar die vruchten te pakken krijgen in bepaalde seizoenen, als die vrucht op die boom in het water viel. En die aten daar van die vruchten. En daar had die visser gezegd, ik heb hier de sterkste, de mooiste kleuren. Want dat zijn bioflavonoïden die in die açaí zitten. Er zitten zoveel vitaminen, vitamine C, vitamine D, hele verrijkdom aan stoffen in, dat zelfs de Brazilianen, ik weet niet, de cultuur van de Brazilianen, die zijn enorm gek van açaí, want dat noemen ze een powerfood. Dat geeft kracht, dat geeft potentie, hè, voor de mannen, weer wat. Maar dat steken ze in yoghurt, steken ze in ijscreme, zit in de dagelijkse voeding van de Brazilianen. Waarom? Het wordt daar gekweekt. Het groeit daar in de natuur. En ik heb het toevallig ontdekt via een visser die het geluk had. Een van de, en nu weten de vissers dat, dus nu zijn ze, laten ze zelfs açaí-palmbomen groeien aan de rand van de rivier. Maar dan weten ze dat ze die vissen daar kunnen gevangen met de mooiste kleuren. De sterkste vis. Maar dat geeft ergens de vis een bepaalde kracht. Dus het wordt in de handel gebruikt voor de mensen die willen kweken met vissen. Het geeft de kweekvis een soort ja, kracht. Is de krachtvoer. Nou, je kunt het een beetje vertalen in menselijk taal, het is een Red Bull. Bij Biafish Food Açaí is een Red Bull voor de vis. Dus als je kweker bent, geef 10 dagen açaí. En je gaat zien dat de vissen een extra prikkeltje kracht hebben gekregen. Om misschien hun vrouwtjes te prikkelen om dan eieren te leggen om te gaan kweken. Mm. Maar açaí is daaruit ontstaan eigenlijk. Het verhaal door de reizen, te spreken met de vissers. Daar leren we eigenlijk onze producten van. Dus te reizen, te praten met andere mensen. Het is ook ontstaan met de matrine. De matrine tegen witte stip. Is omdat aquacultuur mag geen malachietgroen gebruiken tegen witte stip. Mm. Malachietgroen is nog altijd het beste dat we kennen. Of er een gelijk voor behandeling is. Maar dat mag niet omdat het dan zou opstapelen in het visvlees. En de mens zou het dan consumeren. Dat is ongezond. Dat kanker veroorzaakt. Dat is een groot vraagteken, want dan moet je wel 1000 keer de dosis nemen. Maar ja, als je 1000 keer de dosis van zout neemt, ga je ook dood. Maar ja, van malachietgroen kun je dan misschien kanker krijgen. Maar goed, daartoe is het verboden. Dus de aquacultuur is genoodzaakt om alternatieven te zoeken om vissen te bestrijden tegen witte stip of peperstip. Wat dan ook parasieten die op de huid zitten, vooral de eencellige. De witte stip is een groot probleem in de aquacultuur. Cryptocarion. Ichthyophthirius en Neo-Ichthyophthirius. Dat zijn de drie witte stippen dat we mee te maken hebben. Maar de aquacultuur, die hebben miljarden geïnvesteerd. Echt in onderzoek in al die jaren. En ze waren er nog niet altijd uitgekomen welk medicijn kunnen we nu gaan gebruiken. Tot nu, we zijn aangekomen tot de kennis van prebiotica. Prebiotica zijn de stoffen die dus de vis opnemen en hun weerbaar maken tegen. Prebiotica zijn bijvoorbeeld immuniserende stoffen. Maar je moet weten, de huid en de kieuwen, die hebben dus een slijmlaag. En ondertussen weten we dat er de slijmlaag bepaalde stoffen zitten die de vissen beschermen tegen ziektes. Of bacterieel of parasitair.
Heeft de vis stress gehad, heeft de vis transport gehad, heeft schade gehad, is die huid heel gevoelig aan infecties. Daarom krijgen die vissen gemakkelijk infecties, na transport, na stress, op de huid. Waarom? Die weerstand is weg. Nu, de matrine, dat is gemaakt van een sophora, dat is een extract. Dus de matrine is een ingrediënt ervan, zijn extracten. Als de vis dat voldoende eet, hij moet nog wel kunnen eten, als de vis dat eet, neemt hij dat op en dat zorgt voor een soort antiparasitair middel, afwerend middel in de huid, waardoor de parasiet niet zich graag meer hecht op de huid of in de kieuwen van de vis. Met alle gevolgen dat je dus niet meer moet denken aan medicijnen, maar je kan dus preventief werken met die matrine, dat de parasieten geen kans krijgen. Want de parasiet kan maar overleven op de gastheer, en dat is de vis. Kan de parasieten niet komen, dan is zijn levenscyclus kapot gemaakt. Mm-hmm. Dan blijft hij als babytje rondzwemmen, zoekend naar een gastheer. En met die matrine vindt hem geen kans om te infiltreren in huid of kieuwen. Dus dat wordt gebruikt nu in de aquacultuur, omdat zij die vismedicijnen niet kunnen gebruiken. En nu wordt het, onze matrine, heel vaak gebruikt. Exporteurs en importeurs van zeevissen vooral. Cryptocarion is een ramp voor zeewatermensen. Want cryptocarion is een witte stip. Als het daarmee gaat in een koralenaquarium, kun je geen medicijnen gooien. Nee. Met elke medicijnen die je geeft voor cryptocarion, degene die nu bekend zijn, doodt ook je koralen of je anemonen. Dus dat kun je niet riskeren. Daarmee dat we met de matrine enorm succes hebben, ook voor mensen met een gewone witte stip in zoetwater, als een preventiemiddel. Zeker met de bootje Macracanta, is dat een enorm succes in de handelaars uit Indonesië en uit Singapore. Is preventie via voer. Matrine is een groot voorbeeld ervan. Dus het is eigenlijk een beetje jouw zorgen dat jouw vis een ongunstige woonplaats wordt voor parasieten. Ja, ja. Eenvoudig, goed verteld, Dominique, is dat eigenlijk zorgen dat de vis een onaangename gastheer is. Klein beetje dus wat look zou doen in de darmen van vissen dan? Juist. Ja. Hetzelfde principe is look in de darmen van vissen. Voor de parasieten is look daar, kennen ze, dood niet. Hè? Let op, hè? Het dood niet. Look doodt niks. Hè? Het look maakt het juist onaangenaam. Daarom dat sommige mensen, daarom dat wij soms ook iets tegen de mug insmeren. Wat wij insmeren tegen de muggen, dat doodt ook niet de muggen. Hè? Maakt het morgen gewoon onaangenaam dat de mug op ons komt zitten en dat die weg. Dat is hetzelfde wat effect doet, wat matrine doet op de huid, maakt het onaangenaam. Dus wat look doet in de darmen, juist hetzelfde, maakt het onaangenaam voor de spironucleus of de hexamita om daar te zitten en dan daar een minder gemakkelijk een cultuur te maken van parasieten. Dus er gaan misschien wel een paar spironucleus zitten of hexamita zitten, maar die gaan geen infectie veroorzaken. Dus look haalt dat tegen. Dus dat is een natuurlijk middel. Dat al geweten is dat een goede hulpfactor is. Ja. Dat is ook weer inderdaad een natuurlijk product wat je gebruikt voor de garlic. Look, vaak gebruiken mensen die discus hebben. Hè? Want discus is een bekend probleem dat we daar met die parasieten in de darmen zitten, die vroeger hexamita genoemd werden. Nu is Spirinucleus is nu de echte wetenschappelijke naam voor die parasieten in de darm. En look een heel goed hulpmiddel is, want waar komt die Spirinucleus vandaan? Zit altijd ergens in het water, komt mee. Maar kan een infectie worden als de vis stress heeft gehad, slechte voeding, de microbiome, dus de darmflora die slecht is, dus een combinatie van factoren, die te netjes houden van het water en allemaal zijn factoren waardoor een parasiet soms een kans krijgt om te infiltreren. En look is een heel goed hulpmiddel, ja, heel zeker. Zonder dat het een medicijn hoeft te zijn. Dus eigenlijk door het gesprek geen vlekloos door je gans assortiment van voer aan het gaan uiteindelijk. Ja, een beetje wel. Daar komt het wel op neer, want dat is die functies die ze hebben. Ja. Wel zeggen, look vonden ze bij mij niet lekker, maar blijkbaar op veel andere plaatsen vinden ze heel lekker. Maar bij mij, voor een of andere reden, moesten ze geen look hebben. Terwijl dat mijn diepvriesvoer bijvoorbeeld redelijk veel look bevat. Ja. En dan moesten ze dat wel weer hebben. Maar de garlic was nu een van de soorten die... De açaï was, daar waren ze allemaal gek van. Ja. En de moringa. Ja. Moringa was ook zoiets die... Eender welke vis, zelfs net binnengekomen naar import, moringa en... Als een bende wilde gaan ze er gewoon op. Ja. Het is wel heel belangrijk. Hè. Ik test altijd eerst mijn ingrediënten of dat de vis het wel lust. Het heeft geen zin om voer te geven dat de vissen niet willen eten. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld een van de beste medicijnen tegen spironucleus of hexamida was vroeger in de tijd kinine. Kinine, hydrochloride kinine. En het werkte fantastisch in het voer. Alleen de vis lust het niet. Het is zo bitter. De vis kon het niet eten.
En dat werd vroeger vaak gebruikt in de zierenvisindustrie en in de groot en de aquacultuur. Maar het probleem is, als de vis het niet wil eten, kun je het vergeten. Mm. Een vis wordt maar gezond als hij nog eet. Een mens ook. Als een mens niet meer eet, kind niet meer wil eten. Wanneer weten wij als kinderen ziek zijn? Het is morgens aan het ontbijt als ze niet eten. En dan zeggen ze, oh, er is iets aan de hand met mijn kind. Dat is de eerste gedragssymptoom van een ongezond patroon. Niet willen eten. En dat is van de vis juist hetzelfde. Dus dan moet je naar een voer zoeken. Als de vis ziek is, hij moet nog verdikker willen eten ook. Dus we hebben altijd gezocht naar een voer waar het palatability noemt dat in zijn Engels. Mm-hmm. Dus de ontvangbaarheid van het voer, het aantrekkelijke van maken van het voer. Daar hebben we ons altijd op gespecialiseerd. Omdat in de tijd toen ik een groothandel had in vissen, had ik 50% wildvangvissen. Ik was gespecialiseerd in wildvang. Die nog nooit een korreltje voer hadden gezien. Alleen maar een los zwemmend in de natuur, een wormpje, een kreeftje, wat dan ook, of een garnaaltje. En ineens moesten ze bij mij een korrel krijgen. Dus was mijn doel alleen een korrel te maken waar de vis zegt, lekker. Een beetje zoals McDonald's doet met zijn eten, waarbij wij ze wel spreken. Het attractief maken voor de mensen, doen we het via de korrel. En dat is maar te maken, omdat er rond op onze korrel zit dus een gehydrolyseerd eiwit. Een gehydrolyseerd eiwit gemaakt van visproteïne. Een vis kent vis. Heb je in de natuur een vis? Het liefst dat de vis eet is vis. Ja. Je kunt draaien een keer wat je wilt. Je kunt de best grootste algeneter hebben in je aquarium, maar valt er een dode vis, uw algeneter eet een dode vis. Dat is natuur. Waarom? De vis ziet dat als een noodzakelijk voedingsmiddel. Daarom, ik geloof niet in vissen die 100% algeneter zijn. Wij geloof ik niet. Een vis is een alleseter. Hoewel, met een basis van heel veel plantenvoeding. Dat klopt, maar die gaan dat dan ook zoeken. Die gaan dan ook planten eten of algen eten. Daarom heb ik dan algeneters in, of heb ik algen in mijn aquarium. Om die mensen of die vissen het plezier te geven. En het is een beetje dat we daarom ons voer hebben ontwikkeld. Voor, zeker uit de kennis van mijn beeld van vis om te gaan. Hoe kunnen we vis snel aan eten krijgen? Dat is eigenlijk. En dan koppelen met de ingrediënten. Die nutricamenten, we noemen dat nutricamenten, want ons voer is eigenlijk een functioneel voer. Dat is eigenlijk het hele principe erachter. Dat we daarin eigenlijk gaan testen, lust een vis. Het heeft geen zin om voer te geven als een vis het niet lust. Stop. Het heeft geen zin om een kind eten te geven als het niet wil eten. Vroeger met levertraan was dat probleem. Om een kind met levertraan te krijgen, ja, dat was een goed middel, hè? Heel zeker. Maar je moet het wel binnenkrijgen. Dat is bij de vissen juist hetzelfde verhaal. Daarmee dat wij daar heel veel testen op doen. Vooral even iets op de markt brengen. Dit is onder andere een testaquarium voor mij. Hier test ik dus 2-3 maanden lang. Is het voer ten eerste, wordt het opgegeten? En ten tweede, wordt het wel na 3 maanden, gaan vissen niet dood? Echt nog een verhaal. Want ik kan wel ingrediënten toevoegen. Ik denk, want we zijn nu met de nieuw bezig. Dat is Fucoidan. Ik heb nog geen etiket ervan. Maar we zijn nu met een nieuw voer bezig. Dat is een natuurlijk antibioticum van zeealgen. Want zeealgen hebben een enorme kennis. Door de wetenschap weten we dat zeealgen enorm veel interessante producten vormen. Dat is van kelp. En dat is een nieuw product dat komt in november op de markt. De eerste op de markt, dus nog niet op de markt. Maar die ben ik dus al 6 maanden mee aan het testen. Dat is een natuurlijk antibioticum in het voer. Dat noemt Fucoidan. En dat komt van kelp. Dat is een extract van kelp. Maar dit ben ik hier al 6 maanden aan deze vissen aan het geven van... Blijven ze leven? Gaan ze niet dood? Je weet, wat na 6 maanden zou het wel eens kunnen, dat die vissen allemaal krom worden of al die vinnen verliezen of iets mee gebeurt dat niet normaal is. Ja, ik heb babykes zitten. Mijn babykes doen het zelfs goed. Dat is een goed teken voor mij. Dat mijn babyplattekes die ik er altijd in heb, daarom heb ik altijd levenbarende zitten. Dat kweekt gemakkelijk en dan kan ik kijken dat mijn babykes wel opgroeien. En dat die cultuur blijft leven met mijn voer dat ik geef. Ook al ben ik soms maanden op reis. Het is niet het grootste voorbeeld, maar ik heb beneden een klein laboratorium staan waar ik dat ook kan testen. Het ziet er naar uit dat het tot nu toe nog geen enkel voer geweest is die slecht was, want uw oudste kardinalen, hoe oud zijn die? Ik denk zo bijna 13 jaar. 13 jaar voor de kardinaal. Daar zit er nog een. Ik had er in het begin 30 zitten. En na 13 jaar heb ik er nog, ik dacht nog 2 zitten. Ja, er zit nog één daarachter. Dus, ik ben benieuwd wie van de mensen die dat er gaat kijken naar de video, die durft beweren dat hij al ooit een kardinaal gehad heeft van 13 jaar. Ja. Maar je ziet hem wel zwemmen, hij zwemt in een stokje. Hè. Hij heeft precies ook een... Ja, je ziet dat een oud beestje is. Het is een oud beestje. En ik weet niet, de camera er straks misschien wel eens een foto van. Nee. Ik ga er straks al nog 2. Maar elke keer als die vis dus... Ik ga die onderzoek, die elke keer als ze doodgaan, haal ik ze eruit. En ga kijken hoe ziet de vis eruit.
Nu, in de natuur hebben we ook gevonden dat kardinalen leven maar maximaal gemiddeld in de natuur een jaar. Mm-hmm. Gemiddelde leeftijd, waarom? De natuur is keihard, de rivieren drogen uit. De vissen overleven in dit overlopen waters, daar kweken ze, daar leven ze dan. Maar dan droogt de rivier weer op elk jaar, die hebben hun seizoenen. Dus een kardinaal van 13 jaar, 12 jaar, dat is wel een uitzondering in de handel. Een paar jaar leeft dat een visje gemiddeld. Wij weten, mensen zeggen soms, oh, vissen in gevangenschap houden, dat is een ramp, vissen gaan dood. Dat is niet waar. Ten eerste, wij houden vissen gemiddeld langere leven dan in de natuur, want de natuur is keihard. Hier leven de vissen. Ik zeg niet dat vissen niet doodgaan door onze handel. Ja, dat is een percentage, maar de natuur is keihard. Natuur doodt vissen. Daarmee is ook in de tijd dit rapport gepubliceerd van OATA. Een heel onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, wildvangvissen, is dat slecht? Er is nu een film uitgekomen van Don McConnell. Die heeft een film gemaakt over de visvangst in de natuur. The Trade, the Benefits, the Fact. En dit is een artikel, een boekje gepubliceerd. Heel interessant, maar dat laat een beetje zien dat zelfs onze visvangst wildvang bijdraagt. Dus dat is een heel ander thema ineens. Ja, maar dat mag. Dat is het leuk aan een interview. Dan ja. Dat we gewoon kunnen vlekloos eender welke richting uit. Dat zelfs World Wildlife Foundation Zuid-Amerika zegt, alsjeblieft mensen, gaan visjes vangen in de natuur. Want we weten als vissers vangen in de natuur, dat ze de natuur beschermen. Mensen zien dat natuurlijk niet, ik kan het al wel zien, maar ik zit er met een mega grijns op mijn gezicht. Dat hadden waarschijnlijk al door. Ik heb ooit een video gemaakt over wildvang. Ja. En het project, want er is dan nog een project die op dat vlak voor die vissers... Piaba. Piaba, dat heb ik onder andere aangehaald. Ja. Ik ook zeg van mensen, wildvang is niet slecht. Moet het af en toe al onder controle houden, zoals met de L46 geweest. Moet daar even gaan opletten van, heel zeker. Dat we daar geen gekke dingen mee doen. Moet je van leren. We mogen het zeker niet gaan stopzetten. Nee. Het is geweten eigenlijk dat de mensen die aan de rivier wonen, aan visvangst doen, dat is zoals een boer aan zijn akker woont, die gaat zijn akker ook geen afval dumpen. Die gaat ook zijn akker niet giftige producten gooien. Die gaat dat verzorgen als een boer. Is een visser, is zijn rivier, is zijn akker. Het zijn gebied waar hij moet van leven om visjes te vangen, om te verkopen of zelf op te eten. Want er zijn vissen bij die ze dan ook zelf opeten. Maar er zijn dan vissen die ze dan verkopen, eigenlijk als juweeltjes voor ons als liefhebber, om te houden als een siervisje. En voor die Brazilianen, om maar een voorbeeld te geven, omdat ik vooral in de Rio Negro vaak ben geweest, is voor hun bekend, en zeker voor World Wildlife Fund Zuid-Amerika, weten ze dat de siervisvanger, de visvanger die aan de rivier woont, de beste natuurbeschermer is. Want hij ontbost niet, hij vervuilt niet, en hij kan maar vangen wat hij in zijn netten kan steken. En dat is niet met grote sleepnetten, hè? Dat is met de hand, met kleine bootjes. Mm. En er gaat binnenkort een film komen op Vimeo, Don McConnell. Ik heb dat op de BBAT, Bondsdag, heb ik een paar maanden geleden de film in het Engels laten zien. En hebben ze dat in het Nederlands, hebben ze een mooie tekst bijgezet. En die film geeft een beetje weer, wat is eigenlijk handelen in siervissen uit de natuur? We vangen maar een minimaal percentage uit de natuur ten eerste. Minimaal percentage. Er gaat veel meer per dag dood door onze uitbreiding van onze industrie, door onze vervuiling, door onze ontbossing, door de industrialisatie en door de mens die steden bouwt, die dorpen bouwt. Dat is het ergste wat we kunnen doen aan de natuur, maar niet die visvangertjes. En die visvangertjes zijn de beste natuurbeschermers. En World Wildlife Fund heeft zelfs al natuurgebieden afgeblokt van, en sturen de visvangers heen. Waarom? Die gaan de natuur beschermen. En dat visvangst is ten eerste kennis verzamelen uit de natuur, samenwerken met universiteiten. Mm-hmm. Is weten hoeveel populaties van vissen hier zwemmen. De visonderzoekers gaan er naartoe. En zo leren we nog wat van de natuur. Want we hebben nog heel veel te leren van de natuur. Het stopt nooit. Het stopt nooit, het lessen van de natuur. En zoals ik heb van Asahi wel geleerd, zoals ze over de L46, wat je verteld hebben geleerd, dat we die vis niet mogen te veel vangen, omdat dat een ramp is, want er niet zoveel zit. Maar ja, nu zijn ze een dam aan het bouwen in de Mato Grosso, een grote stuwdam. De L46, binnenkort is het hele territorium, de L46 droog. Bestaat die niet meer. Waarom? De rivier gaat eruit drogen op bepaalde plaatsen. En de rivier gaat uitgedroogd zijn als ze een stuwdam gaan bouwen. Waarom? De mens heeft energie nodig. Goed voor de natuur? Nee, denk ik niet. Goed voor de mens? Misschien wel. Dat is een uitspraak die ik ook vaak doe. Mens, dom, dieren, rijk. Ja. Het is ergens wel van... Het komt van ergens dat we die woorden zo gekozen hebben. He. De mens is dom en de dieren kunnen perfect een plan zelf al trekken meestal. Ja, ongelooflijk. Als wij het niet om zeep helpen. Juist. Wij staan te veel aan de top van de keten en we denken dat we alles weten. Maar ik zeg ook, mens blijft nederig.
Richard Dawkins heeft het genoeg in zijn boeken geschreven. Mens, blijf nederig. Blijf. Weet waar je vandaan komt. En dat is de evolutie. Natuurlijk, wij weten veel, maar leer je verstand is verstandig gebruiken. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat is aquaristiek ook. Hè? Leer je verstand verstandig gebruiken. Het grootste probleem dat ik zie in onze sierverstanden, mensen hebben een ziekte in een aquarium, ze gaan naar de winkel, want ze zien vinrot, ja, hij heeft vinrot, een bacterieinfectie. Ze zien een potten gestaan, staat een afrot vinnige, ze zien medicijn erin, en het is opgelost. Ja, maar heb je je afgevraagd, waarom is die vin nu afgerot? Waar komt dat vandaan? Dat medicijn doe je erin voor een reden, want je denkt het gaat er oplossen, en die paar druppeltjes met gele vloeistof zal het wel oplossen. Maar je moet je altijd afvragen, waarom begint die vin van een vis af te rotten? Dat moet zeggen aan ieder aquariaan. Als je een probleem hebt in een aquarium, het eerste wat je moet kijken, is alles in orde. Waarom is die vin afgerot? Dat is misschien agressie. Misschien één andere vis. Kan een guppy zijn. Een zebra danio. Er zijn echt agressieve prutsers tussen. Die de hele tijd agressief zijn aan andere vissen. En dan komt natuurlijk de visbeschadiging en dan komt de vinrot. Dat is geen ziekte, hè. Het is natuur. Ja. En medicijnen gaan er niet tegen helpen. Hè? Een paar planten, extra planten kunnen dan helpen in je aquarium, bijvoorbeeld. Maar ik heb iets tegen onze algemene mentaliteit. Dat is bij de mens, dat is het mensendom. Hè? We gaan wel een middeltje zoeken, we doen het erin en het is allemaal opgelost. Dat is toch veel gemakkelijker dan onderzoeken van wat het probleem komt? Ja. Dat is toch veel gemakkelijker dan de oorzaak? En dat is het grootste probleem waar we het net ook over gehad. Van het gemak soms van de mensen. Gemak. Ja, ik ben als wetenschapper ben ik altijd kritisch, zelfs voor mijn gemak. Want ik kan u wel zeggen, nou, Matrine gaat het wel helpen met de problemen. Daar stopt het niet mee. Hè. We moeten nog gaan nadenken, als ik witte stip krijg in het aquarium. Hoe is die witte stip er weer ingekomen? Hoe kan ik dat vermijden dat ik witte stip krijg? Hey, vooral mensen met koraalaquaria, wat dan ook. Als die geen quarantaine uitvoeren met de vissen en ze zetten die bij een nieuwe vissen of bij een oude vissen. Als jij geen quarantaine voert, heb je een groot risico. Als jij een vis koopt en je kent de bron niet en je weet niet hoe goed die vis is gehouden. Dus ik zeg altijd als iemand die als je geen vis koopt en je wilt die introduceren in het aquarium, zorg dat je weet waar die vis vandaan komt en dat die een quarantaine heeft gehad, dat die vrij is geweest van ziekte of behandeld is geweest of wat dan ook. Maar als je niet weet wat de oorsprong is van die vis en zit die erbij, kan die de hele bak ziek maken. Hè? Want die vissen kunnen iets meebrengen. Vissen zijn soms drager van. Zijn soms drager van een ziekte waar zij tegen weerstandig zijn. Maar de vissen die hier zitten, hebben misschien nog nooit die ziekte gezien. En die komen er dan mee in aanraking? Ziekte. Dan zeggen we, oh, kan er nu al vissen worden ziek? Ja. Moeten wij maar eens reizen naar Afrika. En maar eens gaan leven in een dorp in Afrika. En maar eens mee eten met die mensen wat hier. En maar eens gaan meedrinken van de water van de rivier. We zijn binnen een week ook rotziek. Nadenken. Mensen zijn slim. Gebruik uw verstand. Het is precies wat er in de spiegel tussen ons staat. Ik zie gewoon mezelf praten. Ja, dan ben ik ken u daar vol graag uw YouTube-filmpjes. Want jij zit dicht bij de waarheid. Want je kunt niet alles weten. Jij geeft dat gelukkig toe. Maar jij geeft een groot stuk van de kennis die soms ontbreekt in de boekjes. Die ontbreekt op de blogs. Die ontbreekt op websites of wat dan ook. Ik ben blij dat jij durft keihard de waarheid te zeggen. Het is keihard en ik vind dat knap dat je dat durft. Het risico is dat je natuurlijk zware kritiek krijgt. En dat is goed, dat mag. Kritiek is mooi om discussies te hebben. Zolang ze netjes blijven als mensen niet onder de buik, onder de wortel gaan trappen, wat ik jammer genoeg al eens gezien heb tegen jou, vind ik heel jammer. Dat ze jou dan zo keihard aanpakken, dat vind ik. En geen respect hebben voor het werk dat jij doet om als enthousiast aquariaan daar een bepaalde andere idee te geven. Dus ik volg heel vaak jouw YouTube-filmpjes als ik tijd heb. Omdat ik vind dat jij durft. Ja, je durft al eens tegen de stroom in te varen. En dat is af en toe wel eens nodig. Want dan krijg je discussies die waar we van het leren. Maar het blijft leren. Ik wil dat vooral doen om de mensen te leren nadenken. Nadenken. En niet zomaar we hebben het al net gezegd. Heb je witte stip? Gooi dat productje erin en het probleem opgelost. Nee, het probleem is dan niet opgelost. Nee. Want daar begint het volgende probleem meestal gewoon. Ja. Dus oorzaak zoeken, denk na als je iets doet. Ga niet te veel gaan prutsen in een aquarium, waarom niet? Omwille van dat ecosysteem wat je zelf constant gaat verstoren en daardoor eigenlijk stress teweeg brengt. Ja. Ja, daarom was ik heel blij. Ik heb nu juist een nieuw zeewaterboekje gepubliceerd in 4 talen. Je hebt het daar bij je liggen. Hè? Ja. Dus, dat is de Engelse versie. Hè? Dus
is pas gepubliceerd en het was afgelopen weekend op een blog, op een zeewaterblog. Ga je de Nederlandse geven? Op een zeewaterblog in Duitsland. Iemand had dat boekje gekregen van Aquarium Münster, verdeeld door Duitsen. En die man had gezegd van, ik heb het boekje nog niet gelezen, behalve het eerste stuk over hoe kan ik ziektes voorkomen, zegt hij. En hij zegt, hij heeft mij zoveel geleerd, ik heb er ziektes nog niet gelezen, zegt hij. Maar als ik al weet hoe ik ziektes kan voorkomen, zegt hij, dan moet ik misschien niet het hoofdstuk van de ziektes lezen, zegt hij. Maar het gaat erom, ik probeer hier het eerste hoofdstuk vooral te schrijven over, kijk, ook een vis te onderzoeken, maar probeer te kijken waar de oorzaken liggen. Probeer te kijken wat de filtering is, wat je voeding is. Alles eromheen. We kunnen over ziektes praten, dat zijn genoeg. Dat kun je vinden op internet. Maar denk eens aan wat we het over hebben. Waarom wordt mijn vis ziek? Altijd nadenken. Dat is juist hetzelfde. Als jij een kind 's morgens aan je ontbijttafel hebt zitten en dat kind is ziek. Het eerste wat je afvraagt, ga je vragen stellen. Wat is er? Wat heb je? En onze vissen kunnen jammer genoeg niet praten. Ze kunnen niet zeggen, ik heb buikpijn, ik heb koppijn, ik heb kiempijn, ik heb vinpijn. Jammer genoeg niet. We kunnen wel kijken naar het gedrag. De eerste belangrijke gedrag is lusteloos niet eten. Daarom zeg ik aan ieder aquariaan, dat staat ook in dit boek, de eerste minuten van de dag dat je voor je aquarium staat, geef een beetje eten en observeer. Die vijf minuten is je verantwoordelijkheid als aquariaan. De verantwoordelijkheid over je vissen, maar die zitten in jouw verantwoordelijkheid, in jouw handen, in jouw gevangenschap. Ja, maar het is gevangenschap. Ze kunnen niet wegzwemmen. Het is ook verzorging. Binnen een glaas. Jij bent verantwoordelijk om die vissen te observeren in die 5 minuten dat je eten geeft. Want dan zie je, komen de vissen allemaal eten. Reageren ze normaal. Een vis, een guppie of een neontetra die aan het oppervlak blijft hangen of op de bodem blijft liggen en er is eten gegeven, is ziek. Of is oud. Of het heeft een ander. Maar die heeft iets dat niet normaal is. Dus leer het gedrag van je dieren te observeren. Dat is hun taal naar ons toe. Ik ben opgevoed als bioloog, ik ben afgestudeerd als etoloog. Mark Nelissen, een van de bekende schrijvers in België, onze Belgische Darwin, die was een van mijn professoren en die heeft mij geleerd met vissen te observeren, want hij was een trofeusliefhebber. Cichlidenliefhebber. En die had allemaal trofeeën in zijn aquarium en die heeft mij gedrag van vissen leren observeren over het gedrag van de reproductie, agressie, territorium. En toen heb ik geleerd, vissen vertellen een verhaal met een gedrag. Je kan er zoveel van leren. Zoveel van leren. En als aquariaan heb je die verantwoordelijkheid die 5 minuten te spenderen. Het is maar 5 minuten. Mm-hmm. Quality time is preventie. Want dan begint het probleem met het gedrag van je vis. Daarna komt de ziekte. Als de vis niet goed eet en zwak is, en daarna komt de ziekte, komt de vinrot of komt de stip of wat dan ook. Maar dan ben je te laat. Het zijn die 5 minuten die je kunnen helpen. Is misschien je filter die geblokkeerd zit of vuil zit. Of het is misschien je nitraatwaardes niet te hoog zijn. Of je pH die gedaald is 2-3 dagen tijd. Kan gebeuren. Dus eerst wat je moet doen, meet je water. Check je na. Check je temperatuur na. Wat er ook, die thermostaat. Die verwarmer die kan eens kapot vallen. Dat is een materiaal, het is techniek. Die filter kan al eens stilvallen. Dat pompje werkt niet eeuwig. Is observeren. Observeren. Dat is je verantwoordelijkheid. Help. En dat is ook het boek daarop dat het in zeewater vooral belangrijk is. Mensen die veel aquarium hebben met koralen, kun je niet elke medicijn in gooien. Dus heel belangrijk dat daar de preventie. Er staat ook veel in over quarantaine. Maar dat is voor de zeewatermensen. Dus dat is misschien een ander verhaal voor de volgende keer. Dus het boek in is in 4 talen te krijgen. Ja. Nee, dat kan gewoon perfect in ding. We gaan er straks wel, denk ik, nog een keer op terugkomen. Dus ja, voorkomen van ziektes, denk ik dat of het aandachtig zijn voor ziektes die beginnen op te komen, denk ik dat 80-90%, weet ik veel, verschil maakt tussen in het genezingsproces dan, ja, denk ik vooral. Ja. Maar ik denk dat je heel veel ziektes in een beginstadium, als je ze ziet, met een extra waterwissel en wat extra gaan voeren of powerfood gaan geven, denk ik dat je daar eigenlijk al je ziekte mee kan voorkomen. Veel mensen beseffen niet, soms in de medicijnen staat er toe een waterverversing en voegt dan het medicijn toe dat eigenlijk de waterverversing al de genezing veroorzaakt. Mm. Veel mensen beseffen niet dat als het nog maar werkt, hoe weinig mensen soms hun water testen. Hey, meestal hebben ze testkitjes en er staat dan op de pH
nitriet en nitraat en chloor. En dan ammoniak. Dat hebben ze niet, maar dat is een apart testkitje. Maar ammoniak is het eerste dat verschijnt. Dat is het eerste dat tevoorschijn komt als de bak verkeerd loopt. En dat is het meest giftige. En de vissen gaan er echt snel dood aan. En mensen, nitriet is in. Een week nadien. En dan gaan ze na een week natuurlijk. Nou ja, maar je hebt wel de eerste 5 dagen ammoniak gehad, hè. En het is na 5, 6 dagen dat maar de nitriet tevoorschijn komt. Nou, dan is het al lang te laat, hè. Dan is het al lang kapot. En dan denken ze, ik heb nitriet, daarom is het dood. Nee, nee, u en ammoniak, omdat je niet hebt getest. Problemen met visziekten is voorkomen. Ik ben blij dat je de vraag stelt, Dominique, want voorkomen is beter dan genezen. Dat staat in al mijn boeken, daar geef ik al mijn lezingen over. Gaat altijd, voorkomen is beter dan genezen. Voor de mens, is voor het dier, is voor ons als verantwoordelijkheid. Veel gemakkelijker dan genezen. Dan is veel gemakkelijker. Ja. En het gaat er allemaal om, is, als je een vis ziet, zijn gedrag, is het normaal? Oké. Okay. Is het niet normaal? Eerst wat je doet, kijk na of alles werkt in het aquarium. De filter, de verwarming. Wanneer heb ik laatst mijn filter schoongemaakt? En wat heb ik gedaan? Heb ik een medicijn toegediend? Heb ik iets gebeurd in het aquarium? Heb ik een nieuwe plant binnengebracht? Een nieuwe vis ingevoerd? Kijk, hou een logboek bij. Hou een logboek bij. En zeker water testen. Water is niet zien, hè. Kraakhelder water wil niet zeggen dat dat gezond is, hè. Zoutzuur is kraakhelder, hè. Maar je kunt niet drinken, hè. Zoutzuur is giftig, hè. Er zijn veel die zeggen van water is glashelder, dus het is goed. Nee. Dat is de grootste fout. Glashelder wil niks zeggen. Klaarhelder is, wil niks zeggen. Testen. Testen is weten. Meten is weten. Heel belangrijk dat we meten. En dat je altijd... Je kunt hier nozel eens teststokjes kopen. Ja, dat is een nozel, dat is goedkoop. Maar wel, het geeft wel een indicatie dat er misschien wat nitriet in zit. Het is niet efficiënt. Heel juist, nee. Maar het geeft wel aan, met een teststokje, dat je ammoniak hebt. Dus erin te steken... Druppelflesjes zijn veel accurater. En dan ook digitale meters zijn nog accurater. Maar druppelflesjes is dan nog accurater natuurlijk. Dan kun je druppelen. Maar koop eenvoudige teststokjes. Dat kun je het belangrijkste niet weten. Zeker nitraten is een groot probleem. Dat mensen na een paar maanden er water niet hebben verversd. Want dat ziet er toch goed uit. Hè? Het water is toch helder. Hè? Je kan toch... Ja, maar de nitraten stijgen langzaam. Hè? Die stijgen langzaam. En dan is dat 50 milligram, 60, 70, 80, 100... En dan kopen ze een nieuwe vis, steken die nieuwe vis erin, die nog nooit nitraten heeft gezien. Waarschijnlijk, uit de winkel komt met 20, 30 nitraten. Ze steken die in een aquarium met 100, 120 nitraten, milligram, ppm per parts per million. Komt die nieuwe vis erin, die heeft dat nooit gezien, maar die gaat dood binnen 24 uur. Want die kent die nitraten, die is vergiftigd. Die oude vissen, die kennen dat. Die oude vissen hebben al langzaam gewend aan die nitraten die zich opstapelen. En die nitraten komen door afval. Afval van voer, afval van de uitwerpsel. Dat is een biologische cyclus. Maar dat weet je maar door te testen en door regelmatig water te verversen. Als je ziektes wil voorkomen, 2 belangrijke dingen die je echt moet aan denken. Water testen, regelmatig daardoor je water verversen. Regelmatig water verversen is het. Waarom? De natuur doet er niks. Dat is een bak mee afvallen. Eerlijk gezegd, dat is een stroombak. Het is een plat Vlaams gezegd. Waarom is dan afval van de vis hierin? En er zit wel een biologische filter op. Ja, dat is ook afval, hè? Dat wordt gecreëerd. Normaal, de planten nemen nog van alles op, dus de planten zijn ook heel belangrijk erin. En de filteronderhoud. Als die filter vuil is, veel mensen denken soms die filter, er zit allemaal zo donker, bruine troep in, dat zijn de bacteriën. Vergeet het, hè. Die bacteriën zitten in die donkere troep. Dat is waar dat de bacteriën niet willen leven, hè. Een bacterie moet in een zuiver, proper omgeving zitten waar je het water vuiligheid eruit haalt. Want de vuiligheid is opgelost in dit water, die zie je niet. Als je in de filter ziet, die je de vuiligheid ziet inzitten, dat wil zeggen dat je die te weinig hebt onderhouden. En onderhoud is gewoon uitspoelen in een emmer met aquariumwater. Niet heet, niet wat soms mensen doen met Javel, om dat te ontsmetten, want dat is vies. Dat is niet vies, de filter. De filter is zo gezond als wat. Alleen een beetje vuil, maar dat is niet erg. Spoelt dat eruit en steek hem er terug in. 5 minuten spoelen en een beetje uitkneden en terug inzetten. Ja, je verliest een beeld per beetje bacteriën, maar de goede bacteriën blijven kleven op dat ding. Dus de filter, uitspoelen, is niet kapot maken, terwijl je het verkeerd doet. Met heet water, met chloor, doe het in het aquariumwater en een emmer. Vooral. Ja, chloor vooral. Dus het is voor de vak, alhoewel, dat ken je goed dat ze blijkbaar aan het afstappen zijn hier in België van de chloramines in ons leidingwater, en dat ze nu richting silicaten zouden gaan. De boel te ontsmetten. Als waar ik gehoord heb of dat klopt of niet, weet ik niet, dat heb ik nog niet onderzocht.
Maar in België, dat is ook de reden waarom je eigenlijk bijna niet anders kan dan waterverbeteraar gaan toevoegen, want anders doe je gewoon chloor in jouw aquarium, wat al niet goed is voor jouw vissen, maar dat zeker en vast ook niet voor jouw filter. Je hebt de bacteriën. Chloor is bekend als ontsmettingsmiddel. Mm-hmm. Maar het ons, hey, als je je filter gaat spoelen in gekloord water, in bepaalde steden waar heel veel chloor zit, dan maak je bacteriën kapot. Mm. Daar is chloor voor bedoeld, voor het ontsmetten. Maar ook je bacteriën, die zijn ook heel gevoelig. Zoals vissen, bacteriën zijn nog gevoeliger. En mensen, en dat is een deel van uw leven in het aquarium. En die bacteriën zitten ook op de bodem, in het zand, zitten op de rotsen, op de stenen, waar dan ook allemaal, op de planten. Maar vooral in de filter. En veel mensen, en dat is een jammer, aquaristiek jammer genoeg het probleem, veel mensen hebben een veel te kleine filter. Want ze hebben veel te veel vis. Uw filter bepaalt hoeveel vis je kan houden. Dat is alles. De filter bepaalt hoeveel vis je in dit aquarium kan steken. Niet de volume van het water. Ik heb de filter ooit gezien in Wageningen. Wageningen, waar ze opleiding geven in vissencultuur. Heb ik een aquarium gezien, zo groot als dit, met 1000 vissen van 30 centimeter. Ik zag geen water. Ik zag alleen massa's vissen. Maar er zat een filter achter van 1000 liter. Ja. Die maakte het mogelijk dat er zuurstof was. En die vissen, die zaten, zijn scholenvissen, waren forel. Die zaten daar allemaal gewoon lekker naast elkaar. Dat is natuurlijk niet optimaal voor weken te houden. Mm. Maar het was het bewijs, de filter hield het in leven. Dus eigenlijk het statement maken van, kijk, het kan wel degelijk, zolang dat, allee, als je je filter, zoals dat je zegt, afstemt op je vissen of omgekeerd. Ja, of omgekeerd. Ja. Of omgekeerd. Heb je een, koop je een grote bak met een klein filter, ja, dan kun je maar. Daarom dat sommige mensen een grote bak hebben, steken er heel veel vis in en op een bepaald moment gaat het fout. Want ze hebben weer vis bijgekocht. En ze hadden er al 100 vissen zitten en ze hebben er nog eens 10 bijgekocht. En juist die 10. Die 10 vissen kunnen juist het te veel zijn. Dat die filter niet aan kan. Dat er te weinig zuurstof is. Dat er te weinig afvalverwerking is. Dat je te veel vervuiling krijgt. En die filter, dat is zoals een auto. Een bepaalde auto heeft zoveel pk. En als je vroeger met een Deux Chevaux reed, een half Deux Chevaux, 2 pk, maar de moeite om bergen te geraken in Dardenne. Ik heb er zo eentje gehad. Mm-hmm. Ik heb vastgezeten in Dardenne op de barak frituren dat met 2 pk te oud was en niet op de berg kwam. Maar dat is voor een filter ook. De filter bepaalt wat je aquarium aan kan. Investeert je in een goede filter, dan investeert je ook in goede aquaristiek. Je bak kan schoon zijn. Maar ik heb in de vroegere aquaria gezien, dat is het probleem met die, mooie design aquariumjes tegenwoordig, die mooi op een hoekje staan. Met zo'n heel klein filterje van boven ingewerkt in het deksel. Zo'n klein filterje, ja, was zo groot. Van een bak van 50, 60 liter. Nou ja, die mensen konden maar, eerlijk, konden maar 10 neonkken zetten. 10 neon theetrekkers. Stakken ze er 12 huupjes in, altijd miserie. Waarom? Je filter. Je filter is de capaciteit van het aquarium. Dat is zoals een auto, zoveel pk, kunnen zo snel maar rijden. Ze kunnen maar zo snel aquariaan zijn. En dan moeten mensen naar rekening houden. Investeren in de filter, dus investeren in aquaristiek. Of een waterfilter, of een bodem, maakt niet uit. De zeewatermensen weten het zeker. Ja. Die mannen zijn daar aandachtig voor. Ja, omdat een product duurder is. Hè. Ja. De koraal, zeevis, het is duurder, het is een andere aquaristiek. Die zijn daar aandachtiger voor, maar een zoetwater aquarium moet dat ook hebben. Je kan dat natuurlijk oplossen door veel van vaak water te verversen. Ja. Elke dag, elke week, dan heb je een kleine filter nodig. Ja. Maar ja, dat is ook niet optimaal en iedereen heeft er tijd voor. Nee, ja. Ik vergelijk het altijd met een hart. Hè. Als je niet correct onderhoud doet, als je jouw hart niet onderhoudt, dan gaat het vroeg of laat fout. Klopt. En als jouw hart aangeboren al niet goed is, dan gaat dat vroeg of laat fout. Beperking. Ik denk dat op mijn aquarium exact hetzelfde. Dat is de motor, heel juist. De filter is het hart van het aquarium. We waren daarnet bezig, we zijn al heel veel bezig over waterwissels. Je hebt al een paar keer gezegd van ja, waterwissels zijn noodzakelijk. Er zijn nog altijd mensen die beweren dat het niet moet. Denk je, ik ben ervan overtuigd dat het kan zonder, omdat het zodanig ingewikkeld is dat het eigenlijk beter gewoon waterwissel is. Maar denk je dat het kan zonder? Uitzonderingen bevestigen de regel. Ja, exact. Uitzonderlijk, kijk, je hebt aquaria waar het vissenbestand niet te groot is, waar mooi veel planten staan, waar het een soort biocultuur is, en waar de filter waarschijnlijk wel onderhouden wordt en niet ververst wordt. Maar dat zijn biologische, unieke situaties die niet gemakkelijk te recreëren zijn. Dat is uniek. Het kan. Heel zeker. Het kan. Juist hetzelfde zoals
er mensen zijn die ultralopers zijn. Hè. Er zijn mensen die onlangs 4000 kilometer hebben gefietst in 14 dagen. Met 18 uur te slapen. Wie kan dat? Niet iedereen. Daar moet je speciale condities voor hebben. Voorwaarden, ook als persoon, moet je zoiets kunnen aankunnen. Maar dat is zoals een aquarium. Die moet ook iets aankunnen, een aquarium. En dat zijn zo'n combinatie van factoren. Welk eten je geeft, welke vis je haalt, welke planten je hebt, welke filter je hebt, welk licht je hebt, welke invloeden er zijn. Maar wij standaard aquarianen, met onze soort aquaria die wij gemiddeld kopen, en gemiddeld de vis die we hebben, en de aquaristiek die wij willen bedrijven, no way. It's no done. Doe waterverversing, alsjeblieft. Je moet maar eens proberen. Je ziet hoe gelukkig vissen zijn als je waterverversing hebt. Ik zie dat ook op mijn aquarium. Ik ververs, eerlijk gezegd, mijn aquarium 4 keer per jaar. 4 keer per jaar 20%. Waarom? Ik heb niet veel vis zitten. Hè. Ik heb niet veel vis zitten in mijn grote. En ik heb een vrij grote filter die helemaal achter zit. Dus ja, is dat een heel veel biologisch materiaal, wat nog iets. Een filter. Hè. De mensen zeggen, de filter is het hart van het aquarium. Maar ons hart is zo'n volume. Maar als ik soms filters zie, zijn zo'n grote filterkamers, is er zo'n klein watten in. Ja, maar de bioloog zit in die watten, hè? In die hele kamer. Hè? Moet dat volsteken, hè, mensen? En dan zit er houtskool in en dan werkt dat ook zo. Ja, houtskool werkt maar 2-3 weken. Hè? Daarna is het een biologische filter, wordt het. Hè? Met allemaal wat afval erin. Dus je houtskool moet je dat ook verversen, maar je hebt het niet nodig. Het is eigenlijk medicijnen heb gegeven en je geel water hebt. Je zegt, houtskool, goed, dan maakt het water wat helderder. Dat is geen noodzaak. Maar steek je filter vol, hè, mensen. Met watten, met moes, met balkjes, maakt niet uit. Waar bacteriën zich kunnen op hechten. En die filter bepaalt wat je kunt halen. Dus daarom, zo'n biologische filter die er niks moet aan verversen, heeft een goede evenwicht tussen het aantal vissen, het aantal voeren en het aantal bacteriën in de filter. En dat kan, ja. Maar principieel is het beter dat je regelmatig water ververst en testen, meten is weten. Meten. Meten is weten en gissen is messen. Gissen is missen, dankjewel. Goed aan te vullen. Dat is ook iets dat ik bijna elke week zeg. Ja, maar het is waar. Heel juist. Als we bezig zijn over vervuiling, voeren is uiteraard de inbreng van de meeste vervuiling. Ons planten ook, maar de inbreng van de meeste vervuiling. Een statement dat ik een tijdje terug gemaakt heb, is vroeger waren we vooral aan het overvoeren, maar ik heb de indruk dat er een beetje een tendens aan het komen is om te gaan ondervoeren. En dan bedoel ik niet noodzakelijk van hoeveelheid, maar van nutritieve waarde. Dus van, ja, je kunt elke dag friet gaan eten. Je hebt wel elke dag gegeten, maar je hebt daarom nog niks binnen. Een beetje hetzelfde met ons vissen, vind ik, dat we daar iets meer aandachtig moeten naartoe zijn. Over wat voeren we? Ja. Heeft het inhoud? Ik ga geen merken noemen, maar er zijn merken waar je gewoon de vissen ziet vermageren. Ja. Hoewel dat ze goed eten en dat ze niet ziek zijn als ze geen hematomen of dergelijke hebben. Ja. Als mensen voer kopen, waarop moeten ze vooral letten dat het wel bevat of niet bevat? Oké. Dank voor die vraag, want het is iets natuurlijk wat de gewone aquariumliever niet altijd weet. Ze moeten afgaan wat er als ingrediënt op dat potje staat. Hè. Kijk, wat ik al in eerste instantie belangrijk voor de vis, hij moet een voer hebben waar hij kan blijven groeien. Zijn weefselherstel kan, want hij heeft permanent weefselbederf, weefselverval, hij moet blijven groeien, moet dingen herstellen in zijn leven. En dat kan hij alleen maar met proteïne. Ja. Proteïne is de basis voor elke vis, voor elk dier om te leven. Ja, hoeveel procent proteïne? Ja, je kunt wel zeggen, we hebben voers van 35% en van 55%. Maar het is het aantal verteerbare proteïnen. Je hebt proteïnes, ik ga een voorbeeld geven, dat is rundershart. Dat is heel slecht verteerbaar, om eerlijk te zijn. Tenzij de vis op 30 graden zit. Dat kan het niet verteren. Dat kan het niet redelijk verteren. Maar dan is er nog een hoop afval die je in een aquarium vindt die je moet gaan opruimen. Dus is het dan ook vervuild. Maar goed, rundershart ga ik niet helemaal afbreken, het heeft een beetje waarde. Maar als je dat vergelijkt met een visproteïne die komt, zoals in onze voeder zit, zit er dus proteïne van zeevissen. Zeevissen heeft de beste voedingsfactor voor de vis, is geweten in aquacultuur, noem maar op, aquacultuur wereldwijd, die waar ook ze het onderzoek op doen. En dat vind ik de essentie van ons voer, is gebaseerd op eiwitten die komen van zeevissen.
proteïne van zeevissen. Liefst dan ook wildvang. Want gekweekt weet je niet wat daar is gebeurd in het kweekproces. Dus je blijft toch liefst met wildvang zitten. Aangevuld met wat granen. Aangevuld met vitamine. Aangevuld met mineralen. Waardoor je een verrijkingsproces krijgt. Want van vis, want je weet niet wat er in die wildvangvis zit. Hè? Want als een dier wordt opgegeten, wordt ook zijn uitwerpsel opgegeten. Alles wat erin zit, ook de kruiden en de groenten, wat die vis heeft gegeten, of groene voer. Wij proberen dat te incorporeren in een voer, waardoor wij rond een proteïnegehalte zitten van 50%. En veel mensen zeggen, oh, dat is veel te veel voor mijn algeneter. Dat is niet waar. Het zijn verteerbare proteïnen die tellen. Wat hij consumeert en weinig afval creëert. Wat wij als Ascensie zien in onze voeding, we willen zo weinig mogelijk afval creëren. Dat de vis het maximaal benut. Dus dat je van ons voer, en dat is de typische tendens in alle voeders nu, dat de vissen maximaal het voer consumeren en zo weinig mogelijk het aquariumwater belasten, vervuilen. Dat is de tendens die we geleerd hebben in de voedingsindustrie en die zich al bij mijn voer al 20 jaar doorzet. We waren een van de eerste. Dupla was voor mij. Dupla had ook heel goed voer, geef ik eerlijk toe. Was een hele goede concurrent, is een heel goed voer, is vrij gelijkaardig, maar wij zijn een stapje verder gegaan, omdat wij er nutricamenten zijn aan het toevoegen. Maar dat geeft weinig afval, de vissen lusten het, maar de vissen groeien er gezond van. Wij doen daarmee testen met vissen, ik heb het een jaar lang aan mijn groothandel gedaan, en voor mij de essentie zijn de eiwitten, die basisgrondstoffen die je erin steekt. Want je ziet geen aquarium, ik zie in een aquarium, bijvoorbeeld, ik zie dat mensen die discussie houden, en die hebben naar plecostomussen zitten, om er afval op te eten. Ik heb gezien, in een aquarium bij een liefhebber, s'avonds, als het licht uitging, dat die plecostomus de discussie ging aanvallen. Ja. Waarom? Die had eten nodig, proteïne. Die had geen zin om die stront van die vis alle dagen op te eten, want die moest leven van de stront van die vis. Waarom? Er waren geen algen op de bak. En die plecostomussen kregen geen eten, apart. Die moesten maar daar overschot eten, wat de discussie niet had opgegeven, of die kregen geen aparte zinkende korrels op de bodem. Dus een aquariaan moet denken, als hij bodemvissen heeft, zoals corridorissen, zorg dat je bodem eet, dat zinkt naar de bodem. Daarom zijn wij een voorstander van korrels, dat zinkt naar de bodem in alle lagen van het aquarium. Een grotere korrel die sneller zinkt, als je grotere vissen hebt, corridorissen zijn dat ook allemaal nodig. En daar heb ik gezien dat die plecostomus de discussie gewoon ging opeten. En aan de dag waren er altijd discussies door bij die man. Ja, die plecostomus, ja, die zijn ziek. Nee. Die plecostomus, die hebben cannibalisme. Noodzaak voor proteïne. Ik wil eten. Mm-hmm. Die vissen vragen beelden om eten. En daarom zie je soms bij vissen agressie. Ik zie agressie bij guppies. Bij mensen die aquaria hebben met guppies. Waarom? Dat ze guppies te weinig proteïne krijgen. Oh, dat zijn groeneters. Die moeten algen eten. In algen zitten ook proteïne, ja. Maar als je die te weinig geeft, gaat de vis zelf zoeken naar zijn etensbron. En in aquaria is dat gemakkelijk. Mensen die cichliden houden, pakken met agressieve cichliden zijn vissen met voedseltekort. Die gaan zoeken, die gaan worden agressief. Als je dieren hebt thuis, maakt niet uit, honden, katten, wat dan uit. Agressie tussen dieren is meestal te wijden aan het voedingspatroon. Mm-hmm. Veroorzaakt agressie. Alleen gaat een andere mens in oorlog. Gebeurt er agressie? Met eten wordt er gevochten. En met het eten geven in het aquarium. Laat uw vissen niet vechten voor eten. Hè? Als wij kinderen hebben en we geven een pizza op een verjaardagsfeestje van een kinderen, snijden we die wel in stukjes. Hè? Ja. We gaan niet een hele pizzaschijf zetten op de tafel waar 10 kinderen naartoe gaan grabbelen, want de grootste heeft het grootste stuk. Maar wat doen we met onze aquarianen? Hey, wat doen we? We gaan een tabletje kleven op het aquarium. Hier aan de zijkant zo. Tabletje kleven, dan komen alle vissen aan eten. Voor wie is dat goed? Voor jou als mens. Want jij vindt dat schoon. De visjes komen eten. Maar dat is agressie, hè? Want die grootste die gaat er het meeste van eten. En die kleinste die heeft waar te wachten wat er van los komt gedreven. Ik vind dat schandalig. Ik vind dat dierenmishandeling. Zo'n tabletje geven. Dat is mijn middel. Zo'n gekleefd eraan. Het is goed als af en toe bijvoeding, maar je riskeert agressie. Je gaat dat zien. Hoe vaak die vissen daar, ik heb er filmpjes van gemaakt, ik publiceer ze niet altijd, hoe dat vissen dan toch elkaar vechten om aan dat ding. Geef verspreid het voer in het aquarium. Daarom geven wij korreltjes verspreid. Vlokken is ook al een nadeel. Dan gaan de vissen ook gemakkelijk met een grote vlok ervan door. En dat kleeft dan gemakkelijk in de filter. Maar zorg dat er fijne korreltjes worden gegeven, dat iedere vis een kans heeft om een korrelke op zich te nemen en dat dat verspreid is in het aquarium. Het is een beetje een principe om agressie tussen vissen te voorkomen.
Dus ja, ik heb geen hele uitleg gegeven hier. Maar nee. En hopelijk drijf ik niet af van de... Nee. Maar blijf mijn verhaal eens mag doen ook. Nee, want dat is net het, ja. Het punt wat ik hoop te proberen bereiken met het ganse interview, is dat mensen beginnen nadenken over voeding. Ja. Dus nadenken over waar moet ik gaan opletten? Die proteïnes bijvoorbeeld. Ja. Zorgen dat ze voldoende proteïnes hebben en zo weinig mogelijk ballaststoffen. Dus wat zorgt voor de afval? Ja. Weinig zetmeel van die dingen die overbodig zijn. Hè. Ze hebben wel veel vezels nodig, maar let op. Hè. Je moet wel zorgen voor essentiële voedingswaarde die verteerbaar is voor de vis. Hey, daarom de rundershart, de hele polemiek rond rundershart. Ik weet dat jij daar ook je verhaal over maakt. En ik ben blij dat jij dat durft aan te kaarten, want dat is zo nooddom. Maar ja, je hebt natuurlijk pro en contra. Hey, rundershart is van een dier, is van een rund. Het kan opgegeten worden door de vis. Maar is het beste? Nee, ik vind het niet het beste. Ik denk dat het af... Is het slechtste? Nee, het is ook niet het slechtste. Ik denk dat het vooral afhangt vanuit welk oogpunt je kijkt. Dat is misschien inderdaad wel het beste voer om zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te groeien. Ja. Maar is het daarom het beste? Ja. Mits je dan wel bij elke dag je water moet verversen. Ja, het vervuilt enorm het water. Maar goed. Je zet ervoor, dat is juist zelfs met het voeren van muggenlarven. Een of zo'n verhaal. Ik bedoel, ik heb niks tegen muggenlarven, maar ik heb mensen die alleen geloven, muggenlarven is het beste, is alles. Ja, ik eet ook niet elke dag frikandellen, om maar iets te noemen. Hè. Het doet de vis dat ook niet aan. Hè. En er zijn onderzoeken gedaan op levende voeters. Jij weet het ook, Dominique, jij maakt ook een voer. Jij weet ook dat je kwaliteit moet kopen in je grote stoffen. Maar als mensen bijvoorbeeld muggenlarven kopen, weet jij waar die muggenlarven vandaan komt? Zou jij je muggenlarf zelf in je mond willen steken en het zelf opeten? Want dat is eigenlijk het principe. Dat je moet voor ogen houden. Dat je het eten geeft aan je vissen, dat je het zelf zou moeten kunnen opeten. Maar die muggenlarven, meer dan 50%, er zijn rapporten over, maar niemand weet graag dat die gepubliceerd worden, meer dan 50% bevat een vismycobacterium. Dat is een mycobacterium, dat is een bacterie die tuberculose veroorzaakt bij de vissen. Dat is een mycobacterium. En dat donderen we in ons aquarium. En dat donderen we in ons aquarium dag na dag. Dag na dag. En zeker, het is daarom, als we mycobacteriën vinden, tuberculose vissen, is het vooral bij de mensen die muggenlarven voeren. Discus, maanvis, dwergschipline, regenboog. Waarom? Allemaal muggenlarven. Want de vissen eten dat graag. Zie je dat ze opvliegen? Ja, als je niks anders geeft. En die muggenlarf ziet er mooi rood uit. McDonald's maakt ook mooie reclame voor hamburgers. Daar vliegen we ook af. Maar is het het beste? Je zou het eens moeten afvragen, kan dat muggenlarfje eens insturen naar het laboratorium en eens laten testen op welke bacteriën erop zitten. Ze hebben onderzoek gedaan, recentelijk, vorig jaar in India. India is een ander land, maar heel veel dieren van mensen houden, maar heel veel dieren. Het is een gigantisch groot land. En dan hebben ze onderzocht om dierenvoeding, algemeen dierenvoeding, voor vis, hond en kat. Alles dat vers is en ingevroren is. Hoeveel zou nog mogen verkocht worden officieel als het de standaard van microben bevat? 28% was verkoopbaar. De rest was zelfs gevaarlijk voor kinderen om met de hand aan te komen na het voeren van het vissen of een dier om aan hun mond te steken. Risico op infecties voor de mens zelfs. Zo gevaarlijk was het. Dat het zelfs, hoe wordt het voer gemaakt, hoe wordt het gevangen? Een muggenlarf, uit welke rivier komt die? Welke procedees heeft die ondergaan tijdens zijn, zeker met de diepgevroren, welk procedé heeft die ondergaan van preventiemaatregelen? Hè? Hoe lang is het ontdooid geweest, terug ingevroren, 2-3 keer? Heel veel van de muggenlarf komt uit Oostbloklanden, specifiek Polen. Hè, dan. Ja. En ik weet niet, wordt dat Polen nu een van de landen is waar ik echt op vlak van gezondheid echt zou durven vertrouwen, om eerlijk te zijn. Je moet weten, een muggenlarf leeft in vervuilde gebieden waar voeding is. Hè? Een muggenlarf moet leven in een rotte vuile vijver. Hè? Of in een rivier, of in meren. Hè? Of vooral in rivieren wordt dat gevangen. Hè? Ik heb het eens gezien, dus in de tijd toen ze muggenlarf, of tubifexus, stel dat verhaal. Hè? Die wormpjes moeten ergens van leven. En die muggen zitten ook ergens in gebieden waar meren en biotopen zitten. En dat is pure natuur. En laten we eerlijk zijn, mycobacterium,
is een natuurproduct. Komt voor in de natuur. Is normaal. Zit in het drinkwater in Nederland. Om maar een voorbeeld te geven. Zit daarom dat Nederland, ik heb vroeger in de export gewerkt in Nederland, Nederland kan geen siervissen exporteren naar Australië, omdat het water van, dat geïmporteerd wordt in Australië, moet vrij zijn van enige vorm van mycobacteriën. Het zit in het drinkwater in Nederland, maar het is niet giftig, hè? Het is geen infectie voor de mens, veroorzaakt niks, hè? Het is niet de tuberculose voor de mens, maar het is het mycobacterium voor de vis. Dus het zit in het drinkwater. Het zit in de natuur. Maar als je het elke dag in het eten geeft, en elke dag in het aquarium geeft, en in dit biotoop, 26 graden, 25 graden of 30 graden, ideaal voor een bacterie om te overleven. Permanent. Dat is een incubator, hè? Het is een groeikamer. Daarom dat de meeste siervissen in de aquaristiek uiteindelijk van ouderdom sterven door tuberculose. Dat is geweten. Dat is de ouderdomsziekte van onze vissen. Daarom mijn kardinalen, de meeste hebben tuberculose. Is dat normaal? Ja. Ik heb oude kardinalen in de Amazone en de Rio Negro onderzocht. En ik was verbaasd dat die ook stierven van tuberculose. Dat is een ouderdomsziekte. Dat is door het eten van hele jaren leven lang niet hygiënisch klaargemaakt voer. En niet hygiënisch klaargemaakt voer is wat de vissen eten in de natuur. Dat is niet gekookt. Daarom dat ik zeg altijd, als je diepvries geeft of je geeft levend voer, let op. Weet je zeker dat het vrij is van? Ik weet van onze korrel, voer, het is vrij van. Wij staan onder controle van het FAVV. Wij staan onder controle van voedselveiligheid, zoals jij ook. Dominique, met jouw diepvriesvoer, jij staat ook onder controle. Je moet je houden aan bepaalde normen van hygiëne, van je producten, je registratie van je producten, je herkomst. Wij ook, we worden gecontroleerd, we worden getest. Af en toe komen ze stalen nemen. Dat wij onze certificaten krijgen om ons voer te mogen verhandelen naar 38 landen in de wereld. Want die vragen die certificaten. Dat wil zeggen dat wij een voedselveiligheidsnorm moeten respecteren. En de aquacultuur werken wij mee samen. En die maken ook de soort korrels die wij maken, ongeveer analoog. Die kunnen ook geen ziektes kweken in die zalm. Of in die forel. Nee, of in die paling. Maar dan mogen wij die vis niet eten. Dus wij proberen die norm na te streven. En ik zal je heel een voorbeeld geven. De aquacultuur, er is geen enkele persoon die een tubifex of een muggelarf durft te geven. Bij de kweek in zijn aquacultuur. Waar hij voor miljoenen dollars heeft geïnvesteerd, of euro's, in zijn kwekerij. Waarom? Hij riskeert die rotzooi niet binnen te brengen. Maar wij als aquariaan, met de mooie verhaaltjes, hoe muggelarfjes moeten zijn, dat moet een tubifex hebben, en ze moeten wat daffia hebben uit de rivier. Risico. Is Artemia een risico? Artemia is een kleiner risico, maar dat komt van een eitje. Ja. Als je het zelf kweekt. Ja, als Artemia is ergens gevangen uit de natuur, is een ander verhaal. Want dan haal je risico parasieten binnen te halen. Maar Artemia uit een ei, ik zou zeggen, aan dat voer dat je Artemia's kweekt. Hè. Mm-hmm. Als je dat kweekt met vervuiling of bacteriën, als je dat niet goed doet, kun je iets meekweken bij die Artemia. Dat is klein. Hè. Artemia is een. Dat kweek je zelf van eitjes. Dat is beperkt. Heel klein risico. Praktisch gezien, voor de mensen die kijken naar de video. We hebben dus verschillende mogelijkheden binnen de aquaristiek. Diepvriesvoer, levendvoer, versvoer, groenvoer en droogvoer. Moest je daar een indeling in maken van 100% ja. van het aantal keer dat we voeden, ja. is zoveel procent droogvoer, zoveel procent diepvries, ja. zoveel... Ja. Hoe zou jij dat zelf adviseren om ja. te gaan indelen? Dat zal ook in eerste instantie afhangen van de soort vis die je hebt. Je hebt vissen die 100% op droogvoer kunnen zitten. 100%. Dat bewijs ik in mijn eigen aquaria. Zijn dat heel veel vissen? Is dat ja. 90% van de vissen ja. of 10%? 90% van de ja. vissen. Om maar een voorbeeld te geven, je hebt dan de olifantsvissen. De Gnatonemis ja. petersi, ja. Die kun je wel met een korrel groot krijgen, maar die heeft toch zijn tubifex of zijn muggelarfje nodig. Bepaalde dingen. Maar ik zou zeggen, 90% van onze vissen kunnen we gewoon houden op korrelvoer. Dus, maar goed. Op 100%? Goed, op 100% korrelvoer, ja. Nu zelf ben ik voorstander van, kijk, een korrelvoer heeft alle essentie, alle variatie. De vis heeft graag ook wel eens iets anders. Hè. Geef af en toe wel eens een muggelarf, ja. Geef af en toe wel eens een tubifix of iets anders. Maar let op de bron die je koopt. Let op de kwaliteit die je krijgt. Geef een diepvriesvoer dat goed is geprepareerd door een erkende en niet iets dat uit een Oostblokland
in een pakje is geïmporteerd, dat je niet weet hoe het is verwerkt. Hoe meer je geeft van die producten, hoe meer risico. Geef je meer korrelvoer, hoe minder risico. Vroeger toen ik mijn vishuis had, had ik ook vissen die ik graag af en toe was. Lekker wild van Corydoras, gaf ik ook af en toe mijn larven. Maar ik desinfecteerde mijn muggenlarven. Een methode van desinfectie van muggenlarven zijn mensen die met UV-bestraling, die allerlei methodes gebruiken om dat te desinfecteren. Maar het zit nog altijd in die muggenlarf. Beperk het. Het is leuk om het af en toe te doen, maar geef niet alleen diepvries, niet alleen muggenlarf, of geef diepvries van een goede oorsprong. De mix is het beste. Wij als mensen eten ook graag een mix. Onze hond, onze kat, eet ook graag in een keer eens iets wat anders dan steeds die korrel. Dus houd het plezier ook voor je vissen. Maar 90% korrel, 10% de rest. Variatie. Ja. Vers voer, groenvoer. Vind je dat belangrijk of zeg je van... Voor bepaalde vissoorten, gelijk voor bepaalde zeevissen, zeebladeren, algen, noem maar op. Het is leuk voor de vis iets anders te hebben. Een blad sla aan te puzzelen en een komkommer om erin te leggen. Een aubergine of noem maar op. Een groene peper. Maakt niet uit. Dat is leuk. Leuk. Maar ik zie mensen soms alleen dat geven aan een cistro van een plecostomus. Ja. Vergeet het. Die vissen krijgen een diarree. Hè? Vooral komkommer bijvoorbeeld. Ja, is zoiets komkommer is water. Hè? Zit daar niets in. Hè? Is vezel en wat water. Hè? Ja. Is niks in. Het is een leuk alternatief voor de vis om mee te spelen. Maar het is geen... wij kunnen ook niet van komkommer leven. Hè? Het is geen enkel dier van komkommer kan leven. Hè? Dat is, maar het is leuk om dat als extraatje te doen. Een keer is iets anders. Geef voor de vissen een keer iets anders om mee bezig te zijn. Nee. Goeie bij aanvulling. Zie het als aanvulling. Een tablet, ja. Zie het als aanvulling. Zie het niet als een noodzakelijke, eigenlijk die vakantietablet. Ook zoiets. Wij gaan op vakantie. Is beter uw vissen een week geen eten te geven, bij wijze van spreken, dan die vieze vuile tabletten zitten waar zoveel afvalstoffen in zitten, bindingsmiddels in zitten, niet verteerbare producten zitten. Het zijn meer ziektemakers dan vissen voedingsmakers zijn. Sorry dat ik het zeg aan degene die tabletten verkopen, maar... Nee, ik heb 3 weken geleden ook gezegd, dus... Oké. Dat heb ik toevallig niet gezien, maar... Ja, op vakantie gaan is een van de dingen dat ik zeg, van als dat een week is en als je een beetje goed voorbereidt op je vakantie, gewoon een week zonder voer, dat lukt prima. Ja, of laat iemand eten geven, leg uit. Meestal mensen die je vervangen geven te veel eten, want die vissen komen altijd kijken. Dat is Pavlov, hè. Ja, die hebben weer honger. Ja, maar wil er een pas eten gehad, want er moet geen eten krijgen. Kijk hoe dikke buiken jullie. Eén keer per dag een klein beetje in de vakantie is beter dan... De meeste mensen geven hun vissen veel te veel eten. Veel te veel eten. Doodsoorzaak nummer 1 in de aquaria. Veel te veel eten. Daardoor te veel vervuiling. Daardoor obesitas. Vissen hebben beperkte bewegingen in hun aquarium. Ja, ze zitten in een kleinere ruimte. En ze doen niks liever dan een hele dag eten. Want dat is... Dat doen we met onze huisdieren ook. Kijk naar de mensen met honden en katten. Hoe dik dat de beestjes zijn. Ik krijg heel vaak, mensen die nog nooit jouw voer gekocht hebben, krijg ik echt constant de vraag, ja, er zijn zoveel soorten, welke moet ik nu geven? Ik weet dat dat natuurlijk heel gevaarlijk is als ik nu vraag aan jou van iemand die begint met de allereerste keer kennis maken met jouw voer, welke 5, en liefst in welke volgorde, zou jij voorstellen dat ze kopen? Ik weet ook wel, de ene vis is anders dan de andere vis. Het ene aquarium is anders. Misschien is die noodzaak daar net wel om die witte stip te gaan wegkrijgen. Dan moet je zeggen van kijk, iemand die zomaar ander voer zoekt, zonder specifieke reden, bijvoorbeeld witte stip. In welke 5 producten zou je opnoemen? En in welke volgorde vind je zelf van belangrijk naar minder... Allee, of van ja, dat moet je echt hebben tot... Ja. Dat is goed dat je hebt, maar in welke volgorde zou je dat zelf zetten? We hebben de regular, de BFish Food regular. Dat is gewoon een basis met probiotica erin. Mm-hmm. Belangrijk is, we hebben 6 korrelmaten. Ja. En de korrels definiëren een beetje het doel is voor de muil van de vis. Heb je een vis van die grootte? Ja, die gaat niet meer zo'n klein mini-korrelje van 6 mm plezant hebben. Hè. Die wil wel een korrel hebben van 1 mm. Hè. Dus als je een aquarium hebt met verschillende maten vis, koop verschillende korrelgroottes. Doet je dat met vlokken, wat gebeurt er dan? De grootste vis pakt alle grote vlokken en de kleine neemt maar een overschot. Dat is het nadeel van vlokken en dat blijft dan de hele tijd drijven. Als je
verschillende maten vissen hebt, koopt regelen verschillende korrelgroottes. De grotere korrels, ook voor de bodemeters, zoals corridorassen, van 1 mm, 1,5, dat zinkt. Corridorakkes kunnen eten, de fijne korrel, dat zinkt langzaam. En dan eten de neontijdrakkes, de guppiekes, de middenboot eet daar altijd van. En de oppervlaktezwemmerkes. Dat is trouwens iets wat ik altijd zeg tegen mensen die bijvoorbeeld maanvissen met kardinalen combineren. Ja, ja, ja. Kardinalen krijgen amper de kans op, om ook maar iets te eten. Neem twee verschillende korrelgroottes, één die snel zinkt voor die manen. Ja. En de kardinaaltjes gaan gewoon aan het oppervlak alles wel. En er is geen agressie voor het voeren en iedereen krijgt eten. En dat is ons het probleem. Dat mensen die dus vlokkenvoer geven, of alleen diepvries geven, of alleen buggelarven geven, dat is ook het verhaal. En die grotere vissen gaan het meeste pikken. Die zijn snel, die zijn het grootst, die zijn agressiever. En die zalmachtige, die neonlijkes, die zijn wat rustiger. En daarmee hebben mensen soms het probleem met magere neons, de kardinaal. Die komen niet tot hun recht. En daarom zeg ik, geef dan een fijn voer, het medium bij ons. Dat zinkt langzaam en dat drijft ineens uit over het aquarium. En alle vissen hebben dan een kans op degene die wat minder actief is, die om dat kans op te pakken. Dan hebben we de Forte, dat is onze nummer 2 die ooit op de markt is gekomen. En de doelen van de Forte is om de weerstand van de vis te verhogen. Weerstand tegen eventuele ziekteverwekkers die er kunnen zijn. Maar ook omdat de vis uit een eel in het aquarium geen natuurlijke grondstoffen kan halen om zijn immuniteit. En dat is dus een kuur, raden we aan, 10 dagen kuur, van Forte te geven aan de vissen om hun weerstand te verhogen. Waarom? Om ze iets anders te geven. Dat zijn beta-glucanen en citrus. Bioflavonoïde extracten, om daar de vis zijn weerstand te verhogen tegen potentieel. Waarom? Er is altijd wat agressie. Er is altijd een gevangenschap en de vis heeft geen natuurlijke producten. Daarmee helpt dat die Forte als dat extra af en toe een keer 10 dagen te geven. Elke maand, niet noodzakelijk. Dan hebben we de derde beste verkoper, is de Chlorella. Dat is een natuurlijke alg. Chlorella heb ik juist op Facebook nog gelanceerd. Ik heb dus een Facebook-account op mijn naam, Gerald Basser, kunnen kijken. Heb ik juist een artikel gepubliceerd waarin staat dat chlorella als alg een bioflavonoïde geeft dat de vissen beschermt tegen bacteriële infecties. Ik wist dat ook. Dat hebben ze nu pas onderzocht. Dat is weer iets extra daardoor. Maar ik wist dat bioflavonoïde gewoon de vis gezonder maakt. We weten soms niet exact. Ik wist dat het de vis een enorme weerstand verhoogt. Maar ik wist nog niet specifiek tegen bacteriën. En het schijnt dat de chlorella de bacteriën in hun huid ook beschermt. Ook een functie heeft in de voeding. Vis neemt het op. En dus dat is weer een extra hulpmiddel om de vis zich te weren, zich gezonder te voelen. Is een product uit de natuur. Chlorella is een alg. Wij halen dat uit kwekerijen, gekweekt. Mm-hmm. Want chlorella uit de natuur is gevaarlijk, want de chlorella in de natuur durft veel kwik op te nemen. Zware metalen. Dus wij moeten het echt uit kwekerijen halen die geconditioneerd zijn. Dat is nadeel soms dat dingen uit de natuur te halen. Kan ook vervuild zijn. De nummer 4 is de açaï. De açaï is een rode bes. Dat is zo iets dat Red Bull voor de vissen extra kracht, extra kleur te geven. Vooral de mensen die chiclide houden zijn er gek. Die zijn er gek van, daar gaat het meest naartoe. Dus probeer het eens, açaï. Voor de chiclide. Je gaat zien dat er een enorme gezonde activiteit bij de vissen komt, maar ook voor de kleine visjes. Hè. Roodneuzen krijgen rodere neuzen, kardinalen krijgen rodere banden, fellere kleur. En de nummer 5 is de garlic. Is look. Look. 4 op 5 heb ik exact hetzelfde wat ik altijd zeg dan eigenlijk. Ah, dat is dat, kijk. De look zet ik de moringa in de plaats. Maar... Of ja, maar ja, de moringa is de nummer 6 eigenlijk bij ons. Ja. Maar de look is bij ons erbij gekomen uit de noodzaak. Wij zagen al look vanaf het begin is gekend voor mens, is gekend voor dier, als een nutricament die dus een verzorging geeft aan de ingewanden. Look werkt niet in het water. Ik heb al mensen gehoord die zeggen, look in het water tegen stip. Oh jongens, toch. Weet je hoeveel look we moeten doen om er iets te doen tegen parasieten? Nou, dan gaan uw vissen eerder dood dan de parasiet. Of vliegen eerder buiten dan dat je dan uw vissen in eet. Look is goed als het op wordt genomen in de ingewanden. En dat het dus een soort antibacterieel, antiparasitair werkende functie heeft. Doodt het? Nee. Maar het maakt de omgevingsfactor voor die bacteriën en parasieten ongemakkelijk om te overleven. En het is zelfs stimulerend goed voor de andere bacteriën in de darm. Dus het heeft, daarom dat de mensen in bepaalde tropische gebieden heel graag look eten, zeker in de mediterrane regio's. Het schijnt hun gezondheid te bevorderen. We weten nog niet allemaal het fijne ervan. De wetenschap elke keer
Ik heb al eens artikeltjes gepubliceerd over Loke, hebben jullie dit weer gevonden? Elke keer een record. Maar het belangrijke van Loke is, en dat is hetgeen dat ik soms heb tegen mijn concurrenten, ik kan geen namen noemen, die lood verwerken in hun voeders, die verwerken dat tijdens het productieproces, waar de korrel of het vlokken zijn gekookt op 100 graden. Look heeft met zijn allicine maar een werking als het onder de 60 graden zijn. Als je één keer look op 60 graden of hoger brengt, is die allicine, die je zut, belangrijker. Het essentiële element is voor onze vissen, heeft die effectiviteit helemaal weg. Dus wij maken onze korrel klaar, die is afgekoeld, die is klaar, daarna gaan wij ons look daarop coaten. Dus wij coaten dat rond die korrel, je gaat dat zien als je ons een look geeft, en je proeft aan je vinger, dat mag je doen, onze korrel is zeker niet giftig, je proeft de look. Waarom? De look zit buiten de korrel. Onze chlorella zit buiten de korrel. Onze forte zit buiten de korrel. Alles zit buiten de korrel gekoot. Waarom? Om de maximale effectiviteit van het nutriment, het essentiële element toevoegen, te behouden. Maar elke keer als je dat gaat koken in een vlok, vlok dan meer look? Zero activiteit, mensen. Zero, hè. Doe maar eens een test. Ze zijn nu van mij in Brazilië testen aan het doen op kwekerijen van de L46. Mm-hmm. Met onze chlorella en met andere en look te kijken wat de effectiviteit is. En ik heb al, gaat binnenkort een wetenschappelijke studie van komen. Omdat de ingrediënten moeten puur zijn, moeten zuiver zijn. En als je dat verwerkt in een verwerkingsproces, is het product verwerkt. En zijn die extracten, en dat gaat om die extracten, die producten die erin zitten, die essentiële voedingsstoffen, die mag je niet kapot maken. En daarom dat wij in ons biervisgoed alle producten, ook de pediococcusbacteriën, dat is allemaal gekookt buiten de korrel na productie. We zijn de enigen die dat doen. We zijn de enigen die dat doen. En waarom? Omdat we nog klein zijn. We maken wel 30 ton voer nu per jaar. Maar we blijven het zogenaamd artisanaal houden. Waarom? Het is een menselijk coatingsproces. Met een machine, maar met menselijke controle. Ik laat het niet automatiseren. Ik zal het ook nooit doen. We willen ook niet de grootste worden. Want wij vullen een bepaalde niche van de gevorderde aquariaan. De beginner aquariaan die gaat voor het gewone Cera en Tetra. Ik zeg niet dat dat allemaal slecht is. Maar wij zoeken naar de aquariaan die een ander niveau zoekt. Iets meer wetende, iets meer kennis. Zoals jij, jouw filmpjes, is niet voor de beginner aquariaan altijd. Want soms geef jij zoveel informatie dat soms iets te ver is. Je moet al een beetje aquariaan zijn om ook jouw YouTube-filmpjes te volgen. Probeer ergens de kerk in het midden te houden. Ja. Probeer het, maar het is soms moeilijk om te volgen. Ik hoor jou de techniek over de pH en veranderingen. Dat moet al een beetje feeling interesse. Maar door jou kunnen ze gestimuleerd worden om te leren, om te onderzoeken. Dat is heel belangrijk. Ons voer vult ook een markt in die parallel loopt aan Cera, Tetra, JBL. Wij voegen dus een functionele waarde in ons voer in. De regular is basis. En dat is 60% van onze verkoop. 40% zijn die nutricamentvoerder. Maar dat is voor een gespecialiseerde aquariaan die iets anders zoekt. En dat is die niche van aquariaan zoeken wij. De beter. Daarom zitten we ook heel goed in de zeewateraquaristiek. Omdat die mensen ook al eens iets anders doen. En hoe een korrel kan dat voor zeewatervissen? Hé, hey, want die moeten toch echt een thema hebben. Ja. Aquacultuur is ook zeewater, hè. En onze vissen ook eens. Ja. En de ingrediënt is een zeevis dat erin zit. Onze hoofdzaak van ons product is zeevissen. Dus dat is een beetje de essentie over onze voer. Korrelgrootte, regular beginnen, een aanvullende. En als je dan vissen hebt met gevoeligheid aan witte stip, de matrine. Hey, garlic, voor de mensen met chickweed is al wel heel belangrijk. We hebben de Lapacho, dat is ook een nieuw product, pas op de markt is tegen de gatenziekte. Hexamide, dat is samen met een medicijn. Het herstel voor de gaten in de kop ook. Mm-hmm. Dus dat zijn zo heel veel informatie over. Over het algemeen zegt men, eenmaal dat je pot droogvoer open is, liefst, en dan komt de discussie. Sommige mensen zeggen liefst binnen de 3 maanden op, binnen 6 maanden op, binnen het jaar op. Wat vind jij nu zelf, of dan nu even puur kijken naar jouw product alleen? Ja. Wat zeg je, 3 of 6 of een jaar of 2 jaar? Of? Zolang je de pot op een goede plaats zet. Als je dat in de zon zet, open, in een vochtige omgeving, dan is het een paar weken, hè? Een paar dagen. Hè? Van bovenop je aquarium. Ja.
om een voorbeeld te geven, onze potjes die zijn in de tijd altijd gemaakt met een seal, hè, mm-hmm, in deze structuur. Ten eerste, je kan geen licht binnen, geen UV. Mm-hmm. UV maakt vitamine kapot. Mm-hmm. Dus als het open staat, ja, is de invloed van de omgeving erop. Deze potten zijn vooral ontwikkeld omdat onze hoofdzaak van ons product, 60 à 70% gaat naar Azië. Tropisch. Waar worden de vissen gekweekt? In die tropische landen. Dan kun je niet in een plastieke zak steken, niet in een nozel potten steken dat doorzichtig is. Wij waren verplicht deze potten te ontwikkelen met een sluitbaar deksel. Heel belangrijk, koel en donker zitten. Als je huiskamer is koel, dus 20, 22 graden. Koel, bij mij staat het hier altijd onder, maar ik sluit het af. Niet met natte vingers ingaan. Vochtigheid gaat je product kapot maken. Dat gaat schimmelen. Dat gaat beschimmelen na een paar dagen. Houdbaarheid, als je het goed houdt, gesloten dicht, een jaar, gemakkelijk. Nou ja, geef je dit wel op, denk ik wel. Gemakkelijk. Maar alles houdt, hou het dicht, geen natte vingers, hou het weg uit de zon, hou het weg uit vochtigheid, zet het droog, zet het koel. Sluit het deksel goed. Goed de sluitdeksel, heel belangrijk. Goed sluiten. Het enige wat gaat afnemen in waarde, zijn de vitamine. Onze houdbaarheid van onze potjes is 2 jaar. Gesloten. Vitamine gaan maar na 2 jaar kleine percentages een beetje naar beneden. De proteïne en al de rest dat erin zit, mineralen helemaal niet. En open? Open. Gaat dat dan sneller, vitamines die oxideren, als ik me niet vergis? Ja, vitamines. Oxideren. Ja, hè? Oxideren. Ook onder het licht, UV. Infrarood, daar allemaal invloed erop. Zeker zo'n pot openlaten, vergeet, er komen vliegen op, er komen insecten op. Zo is het al haalbaar. Kijk, deze pot heb ik nu al, denk ik, een jaar open. En dat is de mini. Dat is voor mijn babyvisjes. Krijgen een minivoer, dat is om mijn babyvisjes op te kijken. Dat heb ik al een jaar in gebruik. En het ziet er nog perfect uit. Mm-hmm. Je kunt het zien. Je kunt ruiken nog zelf. Die geur. Mm-hmm. Heb ik al een jaar in gebruik. Waarom? Ja, ik heb niet veel nodig. Hè. Maar mini hebben meestal ook in kleine potjes. Dat is wel een groot potje, maar eigen gebruik. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, wat zou jij als referentie geven aan mensen die jouw voer kopen? Zeg je van, het is dan beter van een klein potje te pakken die binnen 3 maanden op is? Of zeg je van, ja, economisch gezien, veronderstel ik toch, en dan nooit echt zo in detail gekeken aan de prijzen van, koop je beter een grote pot en zelfs al staat die daar 1,5 jaar? Alles hangt af hoe je de pot gebruikt. Pot moet dicht toe. Van de veronderstelling uitgaande dat ze hem steken in de aquariumkast. Kunnen ze een grotere pot nemen, ja. 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 Dat kan. Het risico wordt alleen groter hoe langer dat die open staat. Dat is met alle producten. Hè. Er is een beperkte houdbaarheid. Hè. Omdat hoeveel vissen je hebt. Hè. Peter zou ik altijd zeggen, als je binnen 6 maanden kan opvoeden, het beste. Binnen 6 maanden. Altijd. Want er is altijd contact. Of je kinderen of je vrouw willen ook eens letten niet op en zo. Of er komt een druppel water in. Ja, dan moet je het misschien weggooien. Ja. Zeker als een druppel water van het aquarium hier invalt, breng je een heleboel microben en wat dan ook allemaal binnen, dan kan dat heel snel kapot gaan. Heel zeker. Heel belangrijk. Met droge vingers erin gaan. Ja. Heel belangrijk. Of we hebben ook lepeltjes bij de kleine potjes. Bij de lepeltjes scheppen. Lucht en water invloed. En licht. Lucht, licht, water. Dat zijn de slechtste invloeden op ons voer. Dat is iets wat ik persoonlijk, nu als we bezig zijn over het economische aspect van hoe groot pak je jouw pot en dat soort dingen meer. Er zijn dan mensen die 2 jaar al bezig zijn met een pot van voer. Ja. Kan je nog even zien, vorige, dat is 160 gram of wat is het? Dat is de 160 gram. 160 gram, ja. Ja. Die dus dit staan hebben thuis, ja. Zijn er al 2 jaar mee bezig. Wat is ongeveer de verkoopprijs van die grootte van die 160 gram, laten we zeggen, de regular? Ongeveer. 10 euro? Ongeveer 10 euro. Ja, dat van het soort. Ze zijn er al 2 jaar mee bezig dat ik zeg van, gooi dat gewoon weg, koopt u een nieuwe pot. Ja, wat is ja, maar ja, maar ik heb nog een halve jaar en dan. Ja, 2 jaar is te lang. Zeker als het open is. Gesloten, geen probleem. Open, ja, is te lang. Ik zou zeggen 6 maanden. Koop een voer dat je binnen 6 maanden kunt opvoeren. Ja. Want je doet het open, gaat het dicht, is contact met de lucht. Het risico dat er iets in komt, 6 maanden, een jaar maximaal. Koop liever kleinere potjes. Ja, dan gaan we meer versheid hebben, meer regelmaat hebben. Kunnen meer soorten kopen ook.
Ja. Wat is 10 euro? Ja, dat bedoel ik. Als je 2 jaar doet met een potje van 10 euro, gooi het weg. Ik werk als consultant in die industrie en ik zie kwekers, ik zie importeurs, exporteurs bezuinigen op voer, maar niet bezuinigen op medicijnen. Geven ze duizenden euro's uit aan medicijnen en sparen ze honderden euro's op voer. Ik denk, jongens, jullie zijn verkeerd wat bezig. Investeren ze in voer. Je gaat sparen op medicijnen. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt veel medicijnen. Voorkomt veel miserie. En het is zo goedkoop. Ik vind het persoonlijk mijn voer veel te goedkoop. Aquarmunster zegt nee, we moeten in de basisprijs. Ik zeg ja, je bent veel te goedkoop in dit voer. Het zou niet mogen. Voor lijkt me andere merken, vind ik persoonlijk dat je veel te goedkoop zit. Ja. Dat is maar mijn mening. Ja. Maar goed, dat is Aquarmunster. Dat is mijn verdeler in de wereld. Die hebben een bepaalde marktidee. Ik kan je een voorbeeld geven. In China wordt het voer aan 3-voudige van de prijs verkocht dan in Europa. Het kost evenveel. Ze betalen er evenveel. Het 3-voudige. Weet wat de Chinees zegt? Als het te goedkoop is, is het niet goed. Hoe duurder, hoe beter. Ik weet niet, in België krijg ik dat niet verkocht. Ja, ik wel. Jij wel, ja, goed. Kijk, in de tijd discussie, jongen. Was, ik spreek nu van 15 jaar terug of zo, 15 euro van discussion op 7 centimeter. En ze verkochten niet zo goed. Ik heb ze naar 25 gebracht en plot verkocht alles vlekloos. Het ging gewoon alles vanzelf. Ja, dat ook eens. Wij doen daar wel mee bij de producten zoals de matrine, de gespecialiseerde. Kopen wij wel duur. Waarom? Dat heeft een bepaalde doel. Dat verkopen we wel veel duurder dan de regular. De baby nano, dat is eigenlijk ons duurste voer. Dat is het allerduurste omdat wij een korrel hebben gemaakt voor babyvisjes. En dat is een enorm moeilijk procedé. Een korrel maken voor een babyvis van 0,2 mm groot. Ja, dat is een enorm moeilijk proces, die hele machine, die afstelling. En ook de ingrediënten. Dus daarmee kweken de L46 kwekers werken niet mee. Maar er zit chlorella bij. Dat is het geheim voor de L46. Dat is baby en nano vooral. Baby nano, ja. Dus dat de grootste verkoop bij ons is in Indonesië. Kijk, dat zijn de grootste kwekers van de L46. Dat is het succes dat we met dat hebben. Voor hier is dat voor de alkensiervis, is dat goed als kweekvis eigenlijk. Komt ook uit aquacultuur ideeën ontwikkeld zijn. Wij vinden het wiel niet uit. Goh. Ja. Maar wij passen het toe. Wij voeren onze nutrimenten eraan toe die specifiek zijn van onze siervissen, waardoor die tekort komen. Wat ik als vispatholoog zie, bepaalde ziektes. En dan zie ik de patronen van de ziektes evolueren bij de vissen. Ja, wat ik eraan kan doen met hulpstoffen in de voeding. Naast het medicijn, wat de vis moet herstellen. Met voer, met goed water natuurlijk. Maar met goed voer moet de vis regenereren. Die vinnen moeten teruggroeien, die kiemen moeten teruggezond worden. En daarmee dat mijn voer daar als doel heeft een functioneel hulp te zijn. Iets wat ik heel weinig vaak zie voorkomen, zijn de shrimp sticks. Ik zie ze bijna nergens te koop. Of ik kijk net er niet op. Nee, nee. Ik zie ook geen garnalenliefhebbers daar. Of ja, ik zit misschien ook niet zo echt in de garnalen, dus mag ik daar niet over oordelen of ik dat veel zie of niet. Het is omdat wij zitten niet in de Dennerlee of in die fase van die mensen die allemaal met garnaaltjes bezig zijn. We zitten niet bij Lookup. Lookup vertegenwoordigt andere merken. Dus meestal in die garnalencultuur is het gekoppeld aan die mensen die op die beurzen staan. En je hebt mijn garnalengevoel al gezien er beneden. Hè? Dus dat ik al bijna 3 jaar garnalen heb zitten op één van mijn garnalenstukje. Ja. Aquariumisten zitten ook niet in de garnalenwereld. We zitten echt in de siervissenwereld. Specifiek. In de garnalenwereld is een hele, we zijn ook niet in de kooiwereld. Ik heb ook in de tijd kooivoeters gemaakt. Maar aquariumisten zegt, het is niet onze wereld. Dat is een gigantische omzet. Het zijn zakken van 25 kilo wat die eten. Dat is niet onze wereld. En ik ben blij dat aquariumisten dat zegt. Want schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Je moet wel weten in welke omgeving je werkt. En die omgeving goed controleren en bedienen en verzorgen. De kooicultuur is een heel andere cultuur. Zelfs de discuswereld is al een heel aparte niche binnen onze aquariumwereld. Die moet ook wel op een aparte manier. Als ik lezing ga geven voor discusclubs, moet ik mij toch al aanpassen dat ik anders spreek dan
voor een guppyclub. En dat is zo. Mm-hmm. Is zo. Ja, ja. Een kooi is dan ook helemaal anders. Hè? Als voorbeeld, ik als vissendokter, ik durf geen kooi onderzoeken. Als iemand mij vraagt kooi te onderzoeken, ik mag al ten eerste niet in België, want ik ben geen dierenarts. Dat is voor de kooidokters. Voor Luc Lamberechts of voor de Maarten. Maarten Lammens. Maarten Lammens, onze, en er nog een paar in België die heel goed zijn. Maar ik mag dat dus niet. Dus ik probeer ook die kooiwereld niet te benaderen. Met mijn voer zou ik de kooiwereld zeker wel kunnen. Omdat krijg ik ook de vragen. Gerald, ik heb zeker kooi's. Ik krijg soms die vragen. Elke week krijg ik vragen met, ik heb vieke vis, kun je me helpen? Ik zeg, ja maar, mag niet. Ik mag wel mijn klanten helpen. Ik mag wel, als ik vissen lever of wat dan ook, mag ik wel advies geven. Maar ik mag hier geen vissen thuis hier onderzoeken van de klant. Nee. Dan, ja, ik moet respect hebben voor de dieren. Als een opleiding heeft gevolgd die daar een praktijk voor heeft. En ik stuur dus door naar de kooidokters of naar de vissendokters. En, jammer genoeg zijn er niet veel, maar ze zijn er. Maar ik heb een online service. Dat mensen van mij online, mag ik wel, advies kunnen krijgen. Moeten ze wel video's insturen, foto's insturen en een vragenformulier invullen. Kost 25 euro. Mm. En dan geef ik advies. Ik heb mensen die een paar guppies hebben, alsjeblieft help. En die sturen dat in en die betalen 25 euro. Ik heb onlangs een discuskweker gehad. Kan je naam noemen? Die had een enorm groot probleem met discussen met kolonaris. Gerald, help me. We vissen wel allemaal dood aan kolonaris. Zeg, stuur me eens gegevens en wie weet is het wel kolonaris. Waarom gaan ze dood aan kolonaris? Ik wil je helpen, maar ik wil wel de oorzaak zoeken. Ik kan wel een medicijn voorstellen naar jou. Ze moet je wel eens 25 euro betalen. Niemand had voor tiental duizenden euro's aan discussie zitten. Hè? Moet niet denken dat hij betaald heeft. Hè? 25 euro was hem te veel. Hè? Denk ik dan. Hè? Kon hij ergens anders zeker gratis advies krijgen. Dan denk ik, ben jij een visliefhebber? Houd jij van je vissen? Denk je erover na? Ik wil niet elke dag mensen krijgen, want binnen een paar jaar ga ik toch stoppen met die website, met die online service, want ik ben 65. Ik kan langzaam in pensioen gaan. Ik kan langzaam dingen minder doen. Mm. Ik blijf nog in de handel. Ik heb mijn zonen die komen in het bedrijf. Eén is afgestudeerd als bioloog, onze Berend. Dus die komen werken in het bedrijf en die gaan langzaam andere dingen doen. Want de Berend is een moleculaire bioloog. Dus ik heb hem gezegd, doe moleculaire biologie in onze aquaristiek, ontbreken we. Moleculair, ik heb onlangs een rapport gelezen. Een waterdruppel uit een zeewaterbak kan determineren of je Odinium hebt. Kan dat? Ja. Stuur een waterdruppel in, we analyseren de ziekte. Kan dat? Dat is moleculaire biologie. Is dat niet mooi? Als we dat kunnen? Ja, dat is mooi, maar ja, valt er geld in te verdienen of niet? Kan je best mensen daar geld aan uitgeven? Kan je best inbeelden als iemand daar met 50, 70, 100.000 euro aan kooi in zijn vijver legt, dat die... Ja. Die mensen laten die dierenarts komen. De Maarten laten komen voor 250 euro, als ze zeggen van kom, dat is het alles, duurlijk. Kom maar vlug. Ja. Dat is het ook waard, hè. Kijk, die mensen met discussie normaal ook, hè. Die denken ook wel eens wat verder, hè. Maar niet iedereen. Al langs ook zo iemand gehad, hè. Ik zei van, het is niet goed aan het gaan in een bak. Wow. Ik zie niks. Ik zeg, kijk wel. Gewoon op vlak van vier. Nee. Ah, ja. Dan kreeg je drie dagen later telefoon van ik heb geen vissen meer. Hoe gaat het meer? Er is eigenlijk al gebeuren aan het donkere kleur. Overnight. Wauw. Ja. Wat is dat, hè? Ja, kijk, het is dan natuurlijk zo dat mensen aan de vissen niet altijd geld willen uitgeven. Hè. Dat is ook zo, dat een dierenarts gaat voor een dure hond en een dure kat. De aaibaarheidsfactor is weg, hè. Is klein. Hoe groter de aaibaarheidsfactor, een dure vogel, een dure kooi, hoe meer de mensen gaan geneigd zijn ook om meer geld aan te geven. Hè. Ik heb in Amerika 4 jaar gewerkt. Ik ben er weggegaan omdat ik zo gedesillusioneerd was als vissendokter. Dat mensen zeiden tegen mij, ik gooi liever met een vis in de vuilnisbak of in het wc, dan dat ik er een medicijn verkoop. Mm-hmm. Wat kon ik dat doen als vissendokter? Echt waar, dat was in de handel ook zo. Hè. Ah, vismedicijn, gooi de vissen allemaal in het wc en dan koop ik nieuwe vissen. Dat is mentaliteit, hè. Mentaliteitsperiode. Amerika is een weggooiencultuur, hè. Dat is Amerika, hè. Ik weet niet dat het nu verbeterd is. Ik was daar van 1981 tot 1985. En ik had een labo, ik had een privélabo. Ik had mensen die echt kwamen voor een vis, echt waar, die echt raad wilden en die deden. Maar dat was heel gering. De algemene cultuur van Amerika is een wegwerkcultuur.
vervangen? Een vraag die ik al een aantal mensen gesteld heb in verband met het interview. Zou het kunnen zijn dat vissen gewoon te goedkoop zijn? Ja, kijk, een prijs beperkt ook natuurlijk een omzet. Is het daarmee te maken? Ik denk dat het eerder te maken heeft met de haalbaarheidsfactor. De vis die uit je hand komt eten, zal je eerder een vis die uit je hand komt eten, die je een close contact mee hebt, hè? Een discus bijvoorbeeld, hè? En een keizer van de zoetwatervissen, hè? Daar heb je contact mee. Hè? Die kent jou, je kent het individu zelfs, hè? Ieder discus heeft een karakter, zoals een chiclide dat heeft. Die mensen, een guppy heeft het al minder, een neontetra, een corridorakke, ja, dit zo. Ga je dat duurder maken, dan gaan de mensen nog altijd naar de goede koop. Dat is mensen eigen. Mensen gaan nog altijd de goede koopste zoeken. Kijk naar de aquaristiek. Ik als groothandel heb eerlijk gezegd mijn groothandel van de kant gedaan, omdat die opkwam tegen de grote die goede koper waren. Ik was gespecialiseerd in dure, zeldzame vis. Maar dat is maar 10% van de interesse op de markt. De meeste mensen kopen bread and butter fish. Dat wil zeggen, guppy, neon, platy, zo goedkoop mogelijk. Dat is de big business. En ik kon niet leven op de gespecialiseerde, zeldzame, bijzondere visjes. Daar kun je niet op overleven. Niet alleen. Nee, waarschijnlijk niet, maar ik bedoelde eerder een voorbeeld dat gegeven is tijdens het interview met Nicky. Goudvisje, €1,80. Dan denk ik dat het logisch is, en ook perfect verstaanbaar is, dat iemand niet voor €1,80 zegt van ik geef 25, 30, 50 euro betalen aan een dierenarts. Klopt. Dan is het inderdaad gewoon vuilbakken gedaan. Ja. Maar ik denk, om nu terug te keren naar een voorbeeld dat je net zelf gegeven hebt, zoutwateraquaristiek, waar we bezig zijn over vissen van 200, 400, 500 euro per stuk, denk ik dat ze nog net iets meer moeten gaan doen. Ja. Daarom zie je ook dat in die zeewateraquaristiek mensen veel meer investeren in filtertechniek. In waterverversing, in watervoorbereiding, watertesten. Doe je watertesten eens kijken bij zeewater. Het advies dat je krijgt in de zeewaterwinkels, hoe ver dat staat, dat is preventie. Die mensen hebben veel minder problemen. Veel minder problemen dan wij in ons zoetwater hebben. Waarom? Dat wij meer nonchalant zijn of de liefhebber. Het is allemaal zo'n beetje gemakkelijk. Het is toch goedkoop. Ja. Zeewater is duurder. Het is een ander aquariaan. Dat is de discussie die er is tussen de zoetwater- en de zeewateraquariaan. Is de zeewateraquariaan een beter aquariaan dan een zoetwateraquariaan? Dat denk ik niet. Het hangt af van de persoon, hoe je bent begaan met je hobby, wat je eraan wil investeren. Ja, ik durf dat wel doen op mijn eigen kanaal, dat je dat niet kan begrijpen, maar ik noem het gewoon lui soms. Ja. Want dat is ik die dat zeg op mijn kanaal, ik mag dat kanaal. Dat is mensen eigen, hè. Mensen is gemakzucht, hè. Is gemak. Is gemak. Soms veel te veel, maar ja. Ja, maar wat wil de mensen die liever? Dat iets geregeld is, een knopje duwen en het is klaar. Een druppeltje in, het is klaar. Zelfs met de hele klimaatconsensus. Wat wil de mensen die liever? Dat het zo en zo geregeld is en we gaan het klimaat wel gaan veranderen en regelen. Voilà, het klimaat is gefixt. Je kijkt naar buiten, maar het klimaat is niet gefixt. Hè. Het is elke week al wel ander weer. Hè. Of ander klimaat binnen een jaar. Of 20 jaar geleden. Of 50 jaar geleden. Mijn vrouw heeft nog les gekregen toen ze jong kind was. Dat er koude winterperiodes zullen zijn. En dat er een koude golf gaat zijn voor 20, 30 jaar. Dat er een ijsgolf is. Dat hebben ze in Nederland geleerd. Maar dat waren de jaren 60, 70. Dat er een mini-ijsperiode was. Dat is klimaat. Maar dat we dat eventjes gaan oplossen, dat de mensen eventjes allemaal maatregeltjes gaan uitvoeren, daar geloof ik niet in. Nee. En dat is zelfs met aquaristiek. Ik ben een klimaatscepticus, ja, mogen het allemaal weten, maar ik ben wetenschapper. En ik probeer wetenschap elke dag mij ter harte te nemen, die mij de lessen speelt dat we moeten leren over het klimaat. En dat we moeten leren dat we dingen verkeerd doen als mens. En dat we een balans moeten vinden daarin. Dat we de wetenschap moeten gebruiken om ons te helpen om dat te verbeteren. En niet zeggen van, zo is het. En we gaan eventjes allemaal zonnepanelen en windmolen zetten. En dan gaan we nu even het klimaat gaan we veranderd hebben. Dat is afkopen, hè. Dat is aflaten, afkopen zoals vroeger, hè. Dat is te biecht te gaan bij de kerk, bij wijze van spreken. Dat is onderbekennen, hè. Maar daarmee los je het klimaat niet op. Het klimaat is wel de zon. Zijn de vulkanen, zijn de oceanen, zijn de planeten waar we staan. Zoveel. En we weten nog maar zo weinig. Zeg ik ook, aquaristiek,
ik ben begonnen in de jaren 70. 77 is mijn startjaar klassiek geweest. Wat ik allemaal niet geleerd heb in die 42 jaar, en wat ik nog verwacht nog te moeten leren. Ik leer nog elke dag. Ik ben elke dag nog literatuurstudent. En elke dag zeg ik, oh, nu is het dat weer. Hè? Witte stip. Er is een nieuwe witte stip. Er is ichthyophthirus, er is neo-ichthyophthirus. Wel opletten, is verkeerd. Andere behandeling. Hè? Met een gewoon stipmiddel krijg je die nieuwe witte stip niet weg. Wat is een andere witte stip? Wist u niet meer? Ja, die witte stip bestaat al 20, 30 jaar. Maar is gecommercialiseerd ongeveer 6, 7 jaar geleden. Door de industrie meegekweekt, meeverstuurd. En is in de handel nu weer verdeeld. We gaan misschien weer weggaan, weten we niet. Maar dat wist ik ook niet toen ik mijn eerste boek schreef over vissen. Ik had ook over die witte stip nog nooit gehoord. Ik had die nog niet gezien. Maar 6 jaar zeker. Ineens zag ik die komen op bootjes uit Indonesië. Oh, wat is dat? Krijg die niet weg met malachietgroen? Wat is dat nu? Ah, zout. Zout, magisch middel voor die nieuwe witte stip. Maar toch, toch? Zout. Goed. Of de oude witte stip ook, toch? Ja, maar niet zo goed. Dat is malachietgroen. Ja, werkt ook, ja. Zeg niet, maar niet zo goed. Nee, ik bedoel, ik had het nu gewoon even over de niet-medische, of de niet-medicijn-oplossing. Ja, zout helpt ook. Niet altijd, ja. Niet zo effectief. Ja, goed, dat is persoonlijk hoe dat je soms... Hangt dat voor je water, of het zacht of zuur is, of dat de discussies zijn of niet zijn... Maar een kardinaal krijg je niet weg met alleen zoutoplossing, een witte stip bijvoorbeeld. Dat is kan de kardinaal al niet tegen trouwens, aan die 5% zoutoplossing. Oh ja, 5, ja, oké, nee. Ja. Ja. 5 is al... Ja, dat is al... Is al redelijk, dat is al redelijk wel. Redelijk vreemd. Een discus kan dat perfect tegen, kardinaal gaat dat niet. Nee. Goed, ik spreek dan meestal voor de liefhebbers die een gezelschapsaquarium hebben, waar die stip tevoorschijn komt, dan... moet je al opletten wat je doet. We hebben gelukkig in de handel al hele goede medicijnen. Hè? Dus die producenten, hè? Maakt niet uit, JBL, Sera, Tetra, die werken permanent aan verbetering aan middelen. Dat is ook gigantisch verbeterd. Hè? Kennis erover, toepasbaarheid. Gelukkig. Maar goed, dan ben ik weer heel iets afgeweken. We hebben daarnet het boek gezien, Ziekten bij tropische zeewissen. Uiteraard hebben we ook nog de nieuwe wegwijs. Maar daarnaast, als de mensen nog geen, of het nog niet zien zitten om direct een boek te gaan kopen, omdat ze denken dat ze al veel te moeilijk worden of veel te veel diepgang zijn voor mij, want ik heel veel zo mensen ken die zeggen van dat is me te veel, dat wordt me te moeilijk. Heb je ook nog een foldertje die kan gekregen worden bij de winkel, de verdeelpunten van jouw voer? Ja, we hebben in der tijd op vraag van vele mensen, ook van de winkels, de vraag gekregen van de reden waarom je moet nadenken over visvoer. De reden waarom een visvoer een hulpmiddel kan zijn in het voorkomen van visziekten. Het gaat vooral over voorkomen. Ook behandelen, niet, want het is geen medicijn, maar het helpt wel de vis te regenereren of te herstellen na een ziekte. En dan hebben we dus een dossier gemaakt, in een korte samenvatting, wat eigenlijk de redenen zijn waar een visvoer aan kan bijdragen, aan gezondheid van vissen, mits je rekening houdt met bepaalde ingrediënten, wat het kan bijdragen aan de immuniteit en de verdediging van de vissen, dat je kan rekening houden met korrelgroottes, dat je kan rekening houden met voedingswaardes die bepaalde effect hebben over de kwaliteit van de vis. En dat is in het kort samengevat in een kort gratis dossier, noemen we dat. Het dossier visvoer en visziekte, dat in meerdere talen te krijgen is. En dat we jaarlijks ook een beetje updaten met wat nieuwe bevindingen. Er staan ook literatuurverwijzingen in. Omdat dat gratis materiaal is, altijd is gratis meegenomen. De andere informatie kun je vinden op mijn YouTube-kanaal. Ik heb ook een YouTube-kanaal waar ik dan... PowerPoints. Die gaan sowieso allemaal gelinkt worden. Documentariëren. Ik bespreek dus mijn PowerPoints. In de tijd gaat dat misschien anders worden. Dus waar ik iets. Dat is in het Engels wel voorlopig, nog niet in het Nederlands. Ik heb een Facebook-kanaal, twee Facebook-kanalen zelfs. Waar ik, omdat één op 5000 zit, en dan moet ik dus nog niet meer dan 5000 zitten. Ja, dus heb ik een ander moeten openen. Dus we zitten al met 10.000 volgers op dit moment. Dus dat is natuurlijk omdat we internationaal werken. Maar goed, visvoer is veel te vinden op het internet. Jammer genoeg is het internet niet altijd juist. Probeer de goede kanalen te vinden. Want er wordt ons veel zever verkocht, zal ik eerlijk zeggen. Probeer een beetje wetenschappelijk gefundeerde of researched informatie te vinden. Ik zeg niet dat alles slecht is. Maar kijk, dit is gratis.
op onze website basleer.com staat ook allerlei informatie over visziekten, over visvoeding, over de verschillende soorten voeders. Aquarium Münster heeft ook een interessante website. Vind je ook van alles terug over onze visvoeders. Dus ik ga sowieso een linkje plaatsen naar je website, naar, specifiek dan naar de pagina met jouw verdelers. Ja. Waar ze weten dat ze zo'n boekje kunnen ophalen. Ja, we hebben dus verdelers, staan allemaal gelinkt op onze website. We hebben onze verkooppunten, staat het. Verkooppunten in Vlaanderen, België, staan er ook op, ja. Dus daar is het te vinden. Goed, dan denk ik dan ongeveer aan het eind zijn van het interview, maar ik ga je de standaard vragen dat ik aan iedereen stel. Vragen, stel dat jij een top 3 moet gaan samenstellen van belangrijk naar minder belangrijk, dat de 3 meest essentiële dingen zijn binnen de aquaristiek, zout of zoet of overkoepelend. Ja. Welke zou je dan noemen? Nummer 1. Waar koop je de vis? Heel belangrijk vind ik de bron van je vis. Als je slechte vis hebt, heb je miserie. Koop bij een goede, degelijke aquariumwinkel. Die kennis heeft van, die interesse heeft. Je ziet dan dat als je binnen in een winkel, een goede winkel, stap je binnen, je ziet het. Je ziet de vissen rondzwemmen, zoeken naar eten. Je ziet proper verzorgde, nette aquariuminstallatie. Een goede vis aankopen is de eerste preventie in veel problemen. Ook als je koopt bij een vriend, een collega, let op, je kan een probleem binnenhalen. Hè. Dat is echt iets belangrijk. Dat is nummer 1, je bron, je aankoop. Zorg dat je bij een goede aquarium speciaalzaak koopt. Daarmee zeg ik een speciaalzaak waar iemand werkt die je kan helpen, kan adviseren. Advies is hulpzaam. Zeker als je nieuw bent in de hobby, is het heel belangrijk dat je advies krijgt van iemand die je begeleidt in het proces van het aquarium houden. Niks is erger dan je na een paar weken teleurgesteld bent en dat alle vissen dood zijn. Slecht gestart, te veel vissen, veel te snel opgestart. Regel nummer 2, waterkwaliteit. Test je water. Controleer de factoren die een rol kunnen spelen op preventie van ziektes. Of ziektes veroorzaken. Dus test je water. Doe een waterreversing wanneer het nodig is. Je water testen, adviseren dat. Dat staat altijd mooi. De meeste watertesten hebben mooie brochuretjes erbij. Die uitleg geven. En nummer 3 natuurlijk. Ik ben een visvoedingsman. Een goed voer is al wat de vissen eigenlijk nodig hebben als je aan goed water hebt gedacht. Goed voer helpt aan preventie. Gezonde vissen. Wij als mens denken permanent aan goed voer. S'morgens, s'middags, s'avonds. Denk aan goed voer. Denk aan niet te veel eten geven. 2 keer per dag, wat ze in een paar minuten opeten, is voldoende. De meeste vissen sterven in de aquaristiek omdat ze te veel eten krijgen. Vetzucht, obesitas. Veel te veel. Of te vet eten. Te vet eten, ze krijgen verlevenvervetting, ze sterven. Of niet aangepast voer. Verschillende korrelmaten voor verschillende muilen, voor verschillende vissen in verschillende niveaus van het water. Dus een goede bron van aankoop. Een goede controle van je waterkwaliteit, inclusief waterverversing en filteronderhoud, speelt er ook een rol. Nummer 3, goed voer. Want jij bent verantwoordelijk voor je vis. Jij moet het eten geven. Zij kunnen niet zelf gaan zoeken. Ik wens dat de vissen konden praten en ons kunnen vertellen wat ze allemaal nodig hebben. We zouden benieuwd zijn wat we horen. Maar jammer genoeg kan dat niet. Dus wees een beetje empathisch met je vissen in het aquarium en probeer een beetje mee te denken aan hun behoeftes. Dus informeer jezelf, blijf geïnformeerd. Zorg voor volg de goede blogs, de goede YouTube-kanalen. Ik adviseer Dominique, volg hem. Ik volg hem ook, ik. Dank je. Ik werk al 42 jaar en ik ben gelinkt omdat ik geïnteresseerd ben dat die boos. En af en toe zeg ik aan Dominique, ja Dominique, je zou dat ook moeten vertellen of dat ook, hij weet het wel. Maar ik ben blij dat jij dat doet en ik ben blij dat je mij die kans hebt gegeven om ook mijn verhaal te vertellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mijn kijkers, wat tenslotte nu al een heel groot deel van het aquariumwereldje is, dat ze de informatie die vandaag gedeeld geweest is, laten we zeggen, 70% van de dingen die je gezegd hebt, wist ik al. Maar ik ben zeker dat er heel veel mensen van wat er hier vandaag verteld is, nog geen 10% wisten. Ja. Ik hoop gewoon dat een beetje blijft hangen bij de mensen. Dat ze daar blijven bij stilstaan. Van voer is zo belangrijk voor in ons aquarium. En wat ik heel graag zou zien in Dominique, dus nummer 4, geef mij kritiek. Geef kritiek. Geef je vragen waar je mis zit.
Als je twijfelt aan wat ik heb verteld, dat mag. Misschien waren mijn woorden niet duidelijk, of was mijn context niet over, of was het woord onbekend dat ik produceerde, en dat kan een communicatiefout veroorzaken. Maar als je vragen hebt, of je zit met kritiek over wat ik heb verteld, ik zal mij proberen te verdedigen. Misschien kan ik het niet. Kan ik het wetenschappelijk niet 100% funderen. Maar van kritiek worden we alleen maar slimmer en rijker. Niks is erger dan onwetendheid te creëren. En kritiek kan helpen in kennis en discussie. Dus ik heb altijd, als ik lezingen geef, of in de clubs, of als ik voor verenigingen praat, heb ik heel graag discussies. Waarom? Discussies maken mij ook rijk, want dan weet ik wat er leeft. Ja. Als u vragen stelt in het publiek, dan weet ik, waar zit je mee? En die vragen leren mij soms te denken, ik moet aan mijn voer denken om dat anders te maken, want die vraag leeft. Die vraag is gekomen, mijn voer te maken over witte stip, is gekomen uit de mensen met koralen aquaria. Ik kan geen enkel medicijn gebruiken voor mijn koralen, want mijn vissen gaan sterven van witte stip. Dus ik kan aan iets denken, iets in het voer te doen, wat de vissen eten, koralen komen er niet aan. Nu blijkt dat de matrine visvoer, de koralen er helemaal gek van zijn. Wist ik ook niet, dat hebben ze me verteld, die polypen gaan open, die willen ook dat voer eten. Waarom? Er zit iets in dat attractief is, maar goed. Maar ik moest dan iets zoeken, een oplossing, geen medicijn, maar via het voer de vis te genezen tegen cryptocurrency. Dat geneest. Als ze het maar op tijd geven dat ze vis eten, en voldoende eten om het op te eten. In het begin. Te laat is te laat, dus met alles zo misschien. Te laat is te laat. Als je te laat behandelt, is met alles zo. Te laat zien. Maar goed, ik denk dat nog meer tips heb gegeven. Ja. Kom, leuk. Goed, maar Gerald, ongetwijfeld als er gaan vragen komen, gaan ze wel onder de video verschijnen van de mensen. Dat is goed. Ik weet dat ze mondig genoeg zijn allemaal. Zet mijn naam er dan bij, dat ik weet dat ik erin gelinkt sta, dan zie ik het ook verschijnen. Dus, ja, dat komt wel goed. Als ik echt een vraag zie passeren waarvan ik denk dat is misschien dringend dat moet echt een keer behandeld worden, dan stuur ik dus nog wel een privébericht. Ik probeer mijn best te doen. Ik zit niet altijd op internet, maar ik ben al tot veel reis, dus we proberen dat. Komt helemaal goed. Ja, het is goed, joh. Dank je wel. Goed, joh.